Opname starten. We gaan het gewoon doen. Hoi YouTube. We gaan gewoon beginnen. We hebben een nieuwe setup. Dit is een nieuwe livestream. En ja, Spyro in het Nederlands. Aflevering zoveel. En ja, we hebben dus een nieuwe setup. En daar heb ik dus diverse malen problemen eigenlijk een beetje mee gehad. Maar ik heb het nou vaak zat weer uitgetest. Dus elke keer, weet je, ja, we willen iets anders gaan doen met de livestream. Dus we wouden een horror game gaan noemen. Daarvoor moet ik iets beter geluid hebben. En ja, het geluid van mijn tweede scherm is nou niet echt al te best. En ja, nu heb ik er maar voor besloten om ervoor te zorgen dat we weer wel wat beter geluid hebben. Door gewoon boxen van mijn computer aan te sluiten op die televisie. Waardoor dat ik nou dus wel beter geluid heb. Nou is het geluid dat opgenomen wordt van mijn systeem ook nog heel erg goed. Horen de kijkers van de stream horen ook nog heel erg goed geluid. Wat natuurlijk heel erg belangrijk is. Hoe heet dit level eigenlijk? Het terrasdorp. Oké, schokkend. De fik erin, zullen we maar zeggen. Oké, ik vind dat jij wel iets harder mag. Ja, voor mij dan natuurlijk. Ik wil natuurlijk ook wel een beetje geluid hebben. Dus het enige nadeel is, er is op het moment nog niet echt veel mensen online op de stream. Want ik stream dit keer om 3:50. Dat is best wel vroeg voor mij doen. Maar ja, aangezien dat we vanavond nog een beetje een schok in mijn gezicht willen krijgen. Nee, omdat we vanavond nog een beetje een horror game willen gaan doen. Namelijk Resident Evil 2 de remake. Ja, ben ik dus nou wat vroeger dan normaal. En nou val ik in het water en dat is niet slim. Oeps. Sorry Spyro, mijn fout. Oeps. Dus ja, ondertussen ben ik gewoon eventjes een beetje meer gefocust dan even op het YouTube gebeuren. In verband met, waarom ook niet? Oh, zit toch niet zo te tennissen, man. Tennissen, juist. Dus ja, vergeet niet, dit spel is natuurlijk... nou ja, jullie hebben andere parts natuurlijk ook wel gezien. Tenminste, daar ga ik wel van uit. Hebben jullie die andere parts niet gezien dan... serieus, waarom niet? Oh, jij bent op... Boink. Maar ja, goed, het is dus Nederland. Dus elke draak die we dus redden... Ja... Zal Nederlandse voice acting hebben. En sommige... We hebben een paar hidden gems gevonden. Hidden gems, omdat we gems verzamelen. Nee, we hebben een paar leuke hidden gems gevonden, zoals het snufje zout die ik heel erg goed gepoiseerd vond. Spyro is nog steeds in de ramp. De ballonvaarder, die wil ik nog steeds neerschieten. Maar voor de rest... Best wel decent. En natuurlijk is Spyro 1 nog steeds. En ja, hoe... als we dadelijk bij Spyro 2 zijn, dan zullen jullie ook wel merken dat natuurlijk de... Veel meer verhaallijn is en veel meer voice acting heeft. En dat er ook veel meer te doen is. Dan moet jullie allebei... Nice. Spice, mijn maat. Ik vind het wel grappig dat ze ook echt een zonnebril op hebben. Terwijl dat hier nog niet eens de zon schijnt. Waarom hebben ze hier een zonnebril op? Heeft het te maken vanwege dat hun... met stroom spelen of zo? Of omdat het gewoon super cool is? Dat ze er super cool uitzien? Ik weet het niet. Ik heb echt geen idee. 25 levens al, zeg je. Oh, hoi. Au. Spyro die trok er een hele gekke gezicht. Ik weet niet of jullie het gezien hadden. Maar Spyro die trok er echt van... Dus. Geef me je vlinder. Nou ja, geef Sparks je vlinder. Hoe raar dat toch klinkt. Het grappige is wel, ik heb wel alle achievements al van Hakko al gezegd. Nederlandse voice acting, kom maar. Wie is het? Cloud. Kijk uit Spyro. De Gnorks hier hebben de kracht van elektriciteit ontdekt. Schokkend, hè? Oké, in het begin dacht ik bij mij, dit wordt een super cringe in verband met de Gnorks. Maar die laatste, schokkend, hè? Die was weer geniaal, dat was er echt zo'n gem van, geweldig. Oh, oké, sommige zijn echt zo'n hidden gem. Oh, ik hou ervan. Wacht eventjes. Oh ja, daar hebben we... Nee, meneer. De zonnebril met je headset op. Dat gaan wij niet doen. Schokkend, hè? Oh, wat vind ik het jammer dat er zoveel mensen dat eigenlijk gemist hebben. Oh, wat erg. We zijn toch wel live, hè? Stream... Ja, we zijn live. Definitely live. Super live. Schokkend, hoor.
Oh, jij gaat het paneel onder stroom zetten. Want de Gnorks hebben stroom ontdekt. Dat zou een thumbnail dan moeten zijn eigenlijk dat ik gewoon een of andere stekker vasthoud of zo. Poink, poink, poink. Triple poink. Vertruppel hem in. Oké, nou hij gaat hem nou dadelijk eerst eventjes onder stroom zetten. Kom maar, bang! Zo! Schokkend hoor. Schokkend. Oké, Cyberin, wat heb jij te zeggen? Goed zo, Spyro. Op een dag kun je alle draken over je geweldige avonturen vertellen. Tuurlijk, maar eerst wil ik graag weg uit dit moeras. Nee. Nee. Nee, dit was gewoon schokkend slecht. Hoi, vuurengeltje. Gezellig dat je er bent. We beginnen de stream met een beetje milder iets. We gaan Resident Evil gaan we pas vanavond doen. Valt wel een beetje beter bij de sfeer, noem het maar op. Vuurengeltje, toch heel eventjes voor de zekerheid. Mensen op YouTube, ja, jullie kunnen het wel in de chat neerzetten, maar dat heeft weinig nut. Want ja, dit is al voor opgenomen voor YouTube dan. Want ja, het is nu live. Vuurengeltje, zou jij misschien heel eventjes een feedback kunnen geven van hoe dat de geluids en audio en heel de reutemeteut op het moment, of dat goed synchroom loopt? Dus, als het goed is, loopt het goed synchroom. Aangezien dat ik 15 audiotests ondertussen gedaan heb. Maar daarna begon, OBS weer een beetje moeilijk te doen met het andere opnameprogramma, dus... Feedback is welkom. Jij gaat niet die boel in de fik zetten, of in de stroom zetten, alsjeblieft niet zeg. Schokkend, hè? Oh, vuurengeltje, je hebt net iets gemist. Ik moet die draak dadelijk nog een keer afspelen. Ik moet dadelijk gewoon die draak nog een keer afspelen. We lopen dadelijk gewoon nog heel eventjes naar die draak toe en we spelen hem gewoon nog een keer af. Hi, Daaf. Oh, sorry. Hi. Blijft een quote van Stevie Studios. Hi. Maar deze aflevering die staat in de termen van schokkend, hè? Hè, hé, ha. Super schokkend. Maar nogmaals, de feedback die zou dus heel erg geweldig zijn. Eventjes over de audio natuurlijk. Audio commentaar of het muziek niet te hard staat. Want daar heb ik ook nog heel eventjes een beetje mee proberen de balans te vinden. Want ik wou hem iets harder zetten dan de voorgaande opnames. Maar niet al te hard, als je snapt wat ik bedoel. Dus... En voor de YouTube, ja, lief dat jullie inderdaad ook wel de feedback geven. De feedback, waarom ook niet. Schokkend hoor. Nee, maar feedback is natuurlijk altijd welkom, jongens. Dit is net een slechte sub. Ik denk dat je een slechte dub bedoelt, maar ik snap wat je bedoelt. Denk ik. Ah, ik vond het vergaf. Dat was luid, sorry. Dat was niet mijn bedoeling. Ik heb nog niet de feedback, maar hopelijk krijgen we de feedback nog. Tenminste, ik krijg geen klachten, dus... Vaardigheidspunt verdient, jee! Maar we hebben nog niet alle draken hier, dus... er is meer. Dear God. Wat staat daar? No dipping? No skipping? No skydipping? Ah, wat flauw. Mogen we daar nog niet eens in duiken? Dat vind ik een beetje flauw, hoor. Hé, kijk, een jam. Je bent uitgepraat en je mond beweegt nog. Serieus? Serieus? Dan ga ik eens heel eventjes kijken, want volgens mij... Welke microfoon heb jij geselecteerd? Even kijken hoor. Hij heeft een goede microfoon. Dat is een beetje raar dat. Dus. Misschien als je hem reloopt, want het zou synchroon moeten lopen. Ik bedoel, even kijken hoor. Filters. Nee. Dan gaan we dat gezeur weer krijgen. 2300 seconden vertraging. Jongens, reload het anders heel eventjes.
Ik kan nou helaas niet de opname heel eventjes terugkijken. Dus voor YouTube mocht het inderdaad een issue zijn tot mijn mond niet synchroon loopt met... Mijn excuses, volgende aflevering is het gefixt. Hoop ik. Oh, kijk hier nou eens. Nog meer hidden gems. Je mond is klaar met bewegen en dan komt het geluid. Heel raar. Dat heb ik dus gecheckt, want ja, zowel mijn microfoon en mijn camera, die hebben dus zeg maar een vertraging erop zitten. Het enigste probleem is, soms dan wil dat niet helemaal synchroon lopen. Hey Julia! Dat is echt raar dit. Maar goed, we hebben hier nog wat gems te halen. Misschien als je heel eventjes de stream reload totdat het probleem zal fixen. Tenminste, dat hoop ik. Zal fijn zijn. En zo niet, ja, dan moet ik heel eventjes dadelijk weer in de settings gaan rotzooien. En ja, dat kan ik niet tijdens opnames doen voor YouTube. Ja, dan heeft YouTube ook heel eventjes dat mijn gezicht anders loopt dan mijn mond. En anders kan ik gewoon de camera uitzetten als het heel erg storend is. Maar Stevie, we willen je zien cringen. Ja, daar was ik al bang voor. Oké, vanuit hier... Moet ik een duikvlucht maken en dan komen we hierop uit. Hallo Julia! We hebben blijkbaar weer een beetje audio issues, excuses daarvoor. Dit is trouwens een hele leuke achievement voor de mensen die meespelen. Je hebt hier 3 vuurpijlen en er is een achievement als je 3 vuurpijlen alle 3 afvuurt binnen volgens mij een bepaalde tijd. Dat is een achievement. Dus nou, je hebt er hier eentje, je hebt daar eentje. En je hebt er hieronder eentje zitten. Even kijken, waar zit die? Ik weet dat die ergens zat. Daar zit die. En als je die 3 dus binnen 10 seconden... Lekker Nederlands. Oh nee, dat is goed vuurengeltje. Maar ja, als je die 3 dus binnen 10 seconden afvuurt... Oh, waar is die laatste? Waar is die laatste? Daar. Dan krijg je dus een achievement. Ik heb de achievement al, maar dan weet je in ieder geval hoe dat je die achievement kan krijgen. Dat is natuurlijk wel heel erg fijn om te weten. Dus, goed. Nou hoop ik wel... Oh, dan moeten we weer helemaal terugklimmen. Meh. Nou hoop ik wel dat we ondertussen alle gems aan te pakken hebben gekregen. Want ja, anders moeten we weer nog ergens backtracken. En zoals jullie weten, het is een live opname. Dus geen geknip, jongetjes en meisjes. Dames en heren. Koeken en perren. Hebben jullie ondertussen gereload en is daarmee de issue van mijn mondsynchronisatie veranderd? Of is het nog steeds diezelfde issue? Feedback is welkom! So please, do not hesitate to give me any feedback. Ook al zijn we in het Nederlands aan het streamen, want echt serieus, alles is Nederlands. En ik heb gisteren de boodschappen gedaan, want ja, vandaag heb ik eigenlijk dus... Nou ja, zoals ik al zei net, toen ik heel eventjes een andere test aan het doen was. Hebben we alles? Nee, we missen dus even. Oké, nou ja, daar mogen we wel... Zelfde issue nog steeds. Oké. Dan gaan we dadelijk gewoon heel eventjes dezelfde boel heel eventjes restarten. Dan zeg ik gewoon tegen mijn editor van, we doen het gewoon between episodes. Dus deze file en die andere file moet je heel even aan elkaar knippen, dus... Je toch een beetje editwerk, Stevie, toekomstige ik. Niet zeuren, gewoon een beetje editen. Oké, wacht eventjes. Ah, kijk, daar hebben we die 7. Niet zoveel gemist. Maar we missen nog een draak, of niet? Nee, oké, we hebben alle draken. Duidelijk. Dus geen zorgen, de livestream gaat nog verder. Geen veranderingen. Ah, deze moeten jullie heel even zien. Deze moeten jullie heel even zien. YouTube, jullie hebben hem al gezien, maar deze is leuk. Kijk uit, Spyro. De Gnorks hier hebben de kracht van elektriciteit ontdekt. Schokkend, hè? Schokkend, hè? Ik vind hem zo grappig. Sorry, ik vind deze weer... Dit is weer een van die hidden gems. Ja, ik weet het. Mijn backlamp niet synchroon. Deal with it. Ik ga het zo proberen te fixen door heel eventjes gewoon OBS even opnieuw op te starten. Schokkend, hè?
Jongen. Nou, we hebben in ieder geval dit level heel eventjes gehaald. Editor, plak heel eventjes... want we gaan ook heel even voor de livestream. We gaan heel eventjes offline, want ik moet heel eventjes OBS opnieuw opstarten. Dus, geef me heel eventjes een seconde. YouTube, hier hebben jullie weer geen last van, want het wordt geëdit. Speciaal voor jullie. Deze ene speciale keer dan. Vooruit. Ben zo terug. Als het laden klaar is, tenminste. Goed, 1 seconde. Ik zag en het was goed. Het was goed. Hi YouTube, we zijn weer terug. Het is weer goed. Hij loopt goed, jullie, hij is op tevreden. En dan zou die van YouTube ook wel goed moeten lopen. Zijn jullie ook blij? Leuk! Blij. Nou, in ieder geval bedankt voor jullie feedback. Jullie zijn geweldig. Jij bent ook geweldig. Jij ook. Jij daar ook. En jij, ga niet in je vinger... Haal die vinger uit je neus. Dat kan niet. Nee. Gewoon nee, niet doen. Nee. Echt niet doen, hè. Ook niet als ik wegkijk. Stiekemert. Goed. Smeerlapperij. We gaan naar... hoe heet dit level? Mistmoeras? We gaan naar Mistmoeras. Volgens mij is het Mistmoeras. Ja, Mistmoeras. Jee! Hoe dat ze daar staan te headbangen. Ik serieus, joh. Het is echt mis met hun. Jongen, schokkend, hè? Oh, hallo. Die beesten zijn creepy. Ik serieus. Die beesten zijn creepy. De natuur in opstand. Oh, jij gaat alles lopen flamberen, jongetje. Dat keuren wij niet goed. Jij bent een uitzijder. 500 gems, jezus. Ja, echt even. Maar wel ook weer vier... ik heb een vraag, man. Heb ik gisteren iets... gisteren waarschijnlijk een beetje te snel de koffie opgedronken of zo. Stoort me nu al. Ah, kom op. 5 minuten geleden had je er ook geen last van. Maar zoiets komt heel spontaan. Ja, ik zag het ook. We hebben hier 500 gems nodig, echt. Wat een neus. Yay! Ik vind het levensgeluidje vind ik altijd hartstikke leuk. Deze dingen die zijn gemeen. Gemene kick is dit. Maar goed, er was het eigenlijk met iedereen op school, werk. Weet ik het allemaal nog meer wat je doet. Huishoudelijke klusjes. Ik heb vandaag afgewassen. Nou ja, eigenlijk wou ik de hele dag gaan livestreamen. Maar ja, toen dacht ik ook bij mij van ja... Overdag Resident Evil geeft niet echt de angstige sfeer en alles. Dus daarvoor heb ik besloten om er nog heel eventjes mee te wachten. En wil jij niet zo dichtbij komen, alsjeblieft? Grappig als ik veel levels nog herken van de lange stream die je eerder deed met het lange telefoontje. Met het lange telefoontje, hè? Ik heb geen idee waar je het over hebt. Rosco! Kijk uit voor agressieve kikkers. Het zijn koelbloedige killers. Agressieve kikkers? Vroeger was dit zo'n gezellig moeras. Ja? Vroeger was dit zo'n gezellig moeras... En Sparo, jij moet je mond houden. Grappig als ik veel levels nog herken van mijn lange stream die eerder deed met een lange telefoontje. Ik heb geen idee waar dat hij het over heeft. Toen je lang zat te bellen halverwege de stream. Ik kan me niet meer herinneren, zo erg is het met mij. Mijn geheugen laat mij een beetje in de steek. Net zoals de voice actors hier van deze game. Waar de actuele neus moet naartoe? Haal ik die sprong? Nee. Haal ik die sprong? Volgens mij moet ik hierheen. Ik weet ook niet meer met wie dat ik zat te bellen, maar... Beetje ruig, vind je niet? Oké, je zou denken dat je daar naartoe moet. Ik bedoel, dat plateauotje is leuk, maar volgens mij moeten we daarheen. Oké, dat was gaaf. Dat was leuk.
Maar ja, dat heeft niks te maken met of je dit nou in het Nederlands speelt of in het Engels speelt. Dat is gewoon leuk. Kan ik naar dat eilandje? Auw. Jeetje, had ik Sparks eindelijk een vlindertje kunnen geven, word ik weer gestapt. Dat is ook niet aardig. Dat is ook niet lief. Oké. Okay. Nee, het zijn killerkikkers. KK, killerkikkers. Met een vleugje zout. Ik zou deze eigenlijk eerder als categorie van... Oh, het is hier druk. Ik zou deze eerder in de categorie gooien van... Auw. Oh, dan hebben we Sparksy niet. Oh, nee, 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 nee. You're not gonna stab me. Nuh-uh. Toen het spel net uitkwam, kreeg je een hele lange stream van 2 tot 8 of zo. Oh, en toen kreeg ik een telefoontje of zoiets. Daar kan ik me wel iets van herinneren, Daaf. Dankjewel. Bedankt dat je me hebt bevrijd. Voor mijn gevoel zat ik hier al gevangen toen ik zo oud was als jij. Oh, nee. Ah, ik weet nog dat... Ik moet gaan. Spyro, nee. Serieus, gooi meer emotie in van... ik moet gaan, doei, dag, groetjes. Want zo spreek je ook in het Engels. Spyro, je kunt het niet. Die draak eigenlijk was wel goed. Ik ben... Snap je? Schokkend. Ik moet wel zeggen dat ik van de muziek hou. De muziek is awesome. Ik serieus, dat blaasje, dat irriteert mij. Het heeft me de eerste 5 minuten niet, maar nou weet je dat hij er zit. En op het moment dat je weet dat hij er zit, dan gaat het je extra irriteren. Kan ik daar naartoe? Kan ik hier naar beneden? Ah, kom op! Het zag er toch uit alsof je daar naar beneden toe kan? Of ben ik nou zo dom? So not fair! Nieuw, echt hè. Moest je dat weer zien? Sorry, Stevie. Maakt niet uit. Ik heb geen idee waar je het over gaat. Maar... Ik ben blij dat alles nou in ieder geval tenminste synchroon loopt. Daar ben ik heel erg blij om. Volgens mij... Want je kunt hier naar boven toe. Ja, zap even iemand anders of zo. Zap DOS. Volgens mij zou je die sprong daar moeten halen. Kijk, we komen ergens. Hoe is het mogelijk, hè? Nou, dan kunnen we hier weer gezapt worden. Zapdos. En dan hebben we, in plaats van dat we dus nou naar links gaan, gaan we nou naar rechts. Want hier hebben we een veetje met de pijl naar beneden. Waarom ook niet? Dus, wat een geweldige outfit heb je daaraan. Ja, Daaf, voor de YouTube-kijkers, Daaf is het met me eens. Maar dat plateau, wat er niet is, dat wordt dus in één keer, hoe heet dat? Dat wordt gewoon geblokkeerd door een invisible wall. Wat niet aardig is. Dit is eigenlijk... Ik zag je net op tijd. Vinden jullie creepy? Ik bedoel, jullie beginnen zo met je bladeren te schudden, zo. Goed. Wie ben jij en wat heb je te melden? Ziek. Dat je me hebt bevrijd. Yes, sir. Ik heb hier gezien. Volgens mij had hij gigantische last van zijn rug. Maar graag gedaan dat ik je bevrijd heb. Daaf heeft het net ontdekt dat Articuno, Zapdos en Moltres in het Spaans 1, 2, 3 is. Gefeliciteerd, Daaf. Zo, hoi. Ik weet niet waar jij vandaan kwam, maar jij hebt me niet geraakt. Daaf, ik ben trots op je. Zo leren wij iedere dag weer meer. Jeuk. Ah. Sorry, zwijntje. Maar dat mag niet, hoor. En niet te vergeten natuurlijk dat alle vijanden ook nog eens een keer... Auw. Gems droppen, dus... Ik weet niet hoe dat weer op de 500 moet komen, maar...
Ik zie de laatste draken al. En draken die zijn eigenlijk belangrijker dan de treasures in dit spel. Daar, ik zit je niet voor de gek te houden. Ik ben echt trots op je. Dus de volgende keer als iemand vraagt van, en wat is nummer 1? Dan is het Articuno, want Articuno eindigt op Uno en dat is 1. Al zeg je eigenlijk Un. Er is ook zo'n nummer van, hè? Un, dos, tres! En dan bla 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 bla. Net zoals Bubba. Weet je wat je moet doen met die wezentjes? Pletsen, Spyro. Stamp op ze en verpletter en vermorzel ze. of storm op ze af om vuur naast te spuwen. Dat doen draken toch? Misschien had je gewoon je mond dicht moeten houden en dan was die cutscene helemaal gewoon... Verpletter ze en vermorzel ze. Maak ze af. Maak ze hartstikke dood. De dingen die je had kunnen doen. Nou ja, hier liggen in ieder geval nog wat gems. In ieder geval, de standbeelddraak was weer goed en Spyro nu moet weer verpesten, hè. Want het zag Spyro goed in. Stevie, zit niet zo te zeuren op Spyro. Die jongen die heeft ingesproken heeft vast zijn best gedaan. Dus. Oké, ik herinner me nog dat ik hier de vorige keer goed vast zat. Want er zijn meerdere gems. Die zitten daarboven. En... Nou vroeg ik me eigenlijk alweer af, hoe kom je daar? Sorry, de blaasje is irritant. Eens even denken, want voor... je moet weer terug naar boven. Je kunt altijd loopen namelijk in een wereld. En ik weet dat deze game nou tegenwoordig een mapfunctie heeft. Maar aangezien dat het origineel ook geen mapfunctie heeft, vind ik een map een beetje cheaten. Dus daarom wil ik zelf geen map gebruiken. En trouwens, hoe niet een map? En het klopt ook nog eens met mijn mening. Articuno is mijn eerste, Zapdos is mijn tweede en Moltres is mijn derde. Nou, dat is heel erg vijf. Dat is vijf. Ja, dat is mijn vijfde. Dat is heel erg fijn, Daaf. Ik heb moeite met spreken vandaag. Ja, Zapdos. Blijf van de blaasje af? Nee. Oh, hoe zat hier ook alweer die loop? Ik raak hem altijd kwijt gewoon hier. En het is tot we nog maar 110 gems nodig hebben of zo. Is hier geen tingeljing of zo? Geen spiraaltje? Doordat je daar weer naar boven komt. Ja, hier had ik inderdaad de vorige keer ook al moeite mee, dat zeg ik! Waarom kan ik dit niet herinneren? Waarom ben ik zo dom? Ja, ik noem me eigenlijk hier echt een dom. Ik ben echt dom. Daaf, ik ben echt blij dat je me daaraan herinnert dat ik hier de vorige keer ook al struggles mee had. Nou, Daaf, heb jij toen onthouden hoe dat je hier ook alweer naar boven kwam? Hoe dat ik daarop kon klimmen? Oh. 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 Het is gewoon een Nou Daaf, je kunt ervoor zorgen dat ik me iets beter voel door gewoon te Door gewoon te zeggen van, oh, je hebt het nou sneller gevonden dan de vorige keer. Vorige keer was je 300 keer op en neer gelopen. Ik heb het trapje nu eerder gevonden. Huh? Omhoog. Omhoog. Dit is uw kapitein. Wat zeggen we? Niet doen. Slecht plan. En dan toch doen, hè. Oké, goed. Dus, we missen in totaal nog 81 gems. Waarvan dat ik daar 3 zie. Oh boy, dat zijn zulke tight jumps. Ah, maar hier zitten ook nog vijandjes. Dat is alleen maar mooi. Poink, 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 poink. Oké, nou missen we er nog maar 62.
Och, Daaf, je loopt wel heel erg ver achter hier. Maakt niet uit. Oké, okay. Nou missen er nog maar 17. Sparks, go fetch. Oké, okay, jij zegt daar. Gaan we daar toch naartoe? Ik zie kistjes. Zijn dit overigens 17? Nee, dat zijn er... We missen er nog 5. Hierachter? Jee, 100%! Nou, ik moet zeggen, voordat echt ook de YouTube-commentsectie helemaal mijn eigen helemaal... Tot ze me helemaal plat gaan branden van... Echt serieus, man, je hebt de bril van je zitten nog eens. Hoe kan je die missen? In mijn verdediging, ik moet er dadelijk toch nog heel eventjes langslopen, dus... Ik heb daar een verdediging voor. Ik heb een verdediging, omdat hij blendt perfect in de achtergrond. Hij blendt echt perfect op het moment dat je aan het rondkijken bent, dan zie je dat trapje nog niet eens. En dat deed hij in de origineel ook al. Ik heb er altijd ruzie mee gehad. Houd daar maar op. Ik bedoel, kijk. Als je zo naar dat muurtje zit, kijk, je ziet inderdaad wel een trapje er nou op. Ja, oké, nee, het is obvious. Maar je zou het niet verwachten, omdat... Als je hier zo rondloopt, zou je niet verwachten van... Oh, kijk, daarboven. Had daar dan een extra gem op gegooid of zo, maar... Het valt niet echt op. In mijn verdediging, ik vind het niet echt opvallen. Je bent gewoon blind. Oké. Zou ik voor straf dan nog 1 leveltje doen? Voor YouTube? Zou ik mij punishen? Gewoon zo, stout Stevie? Heel stout Stevie. Schaam. Dankjewel daarvoor. Oké, volgende level. Volgende level die zit volgens mij daar achter de boom. Zwijg jij zwijn. Volgens mij dat er hier 1 level ook achter de boom. Yep. De boomtoppen! Yay! Ik herinner me dat dit level heel erg vervelend is. De straf is real. Dit is namelijk zo'n plekje daar... Nee hoor, je hoeft geen straf. Nou, Daaf, maar voor YouTube doen we toch nog even 1 extra aflevering. Doen we toch nog 1 extra level voor deze aflevering voordat we de volgende aflevering gaan starten voor YouTube. Kijk, voor de livestream, ga gewoon door. Net zo makkelijk, waarom ook niet. Ik haat dit level. Oh, dit level gaat heel veel levens kosten. En gooi geen bananen naar me. Maar ik zei nee, ik wil geen bananen. Ik wil geen bananen vandaag. Ik heb liever appels. Hele mooie. Groene en rode. Maar nee, ik wil geen bananen. Ik wil geen bananen vandaag. Dus nee! Ik zeg nee. Stoute kleine wat je ook bent. Hou die bananen maar bij je. Oh, niet de da-da-da-da-da's. En dan ook nog eens een keer op de boom toppen. Nee, we hebben de stekker thumbnail al. En ik heb al een keertje naar hun geschreeuwd. Zo van... Ah! Oh, jongens toch. Dit wordt een ramp. Wat heb je erop te zeggen? Spyro, als je springt aan het einde van een superboostschans, kom je heel ver. Laat mij maar. Het zijn gorillapen. Laat mij maar, Spyro. Echt alsof dat we dit niet eerder wisten of zo. Oh ja, dit level. Wee! Ik speel het op de PlayStation. Herinneren jullie nog dat Stevie alleen maar Nintendo-spelletjes deed? Jongens, die tijd heb ik nooit gehad. Echt serieus. Ik bedoel, toen ik Medieval speelde... Hou je bananen bij. Medieval is ook een PlayStation-game namelijk. En die willen ze ook gaan remasteren. Vind ik helemaal geweldig. Oh, jongens toch. Ik haat dit. I do not like this.
Want je moet daar dus dadelijk bovenop zien te komen. En dat is lastig. Hoorden jullie dat? Zwijg! Kapsonis, paviaan! Oké, als we hier terug... Kunnen we hier terug? Volgens mij kunnen we hier terug. Want er zit hier namelijk een secret passage. En die zit om precies te zijn als wij hier doorheen gaan. Ergens. Hier? Kunnen we niet... Oh, daar moeten we naartoe. Hier, echt, hier zit... Ik weet niet hoeveel dat erop hebben gewacht. Dat ik hier dit level moest gaan doen. Oké, eens even kijken hoor. Want hier gaan we dan doorheen. Dan kom je hier naar boven toe. En dan moet je weer daar naartoe springen. En dat schiet niet op. Dit wil je ook trouwens met de speedboost hebben. Ook nog eens een keer. Dus onthoud dit spiraaltje goed. Want hier wil je met de speedboost overheen. Eens even kijken. Want als we hier komen... Volgens mij zaten hier die raampjes. En dan kunnen wij uit een van die raampjes springen. Want hier zit namelijk nog een deel van het level. Nee. Hier zit ook de sleutel trouwens gelijk. Hallo. Hoi. Die zagen jullie niet aankomen. Kunnen die beesten echt niet gewoon hun bananen bij hun houden? Echt serieus, als iets verschrikkelijk is. Volgens mij gaat hij dat ook uitleggen dat er dus een hele moeilijke sprong is die je moet gaan doen. Gegroet Spyro. Voor de beste tour van de boomtoppen moet je niet stoppen na één superboost. Oké, hoe zat het ook alweer? Want vanuit deze moest je dus... Ja, je kunt hier eerst even zo recht doorspringen, want daar heb je dan de gems die je moet halen. Maar wat je bij die superboost eigenlijk wil doen, is... Je wil dan na die superboost, wil je of daarheen springen, of daarheen springen. Eén van die twee. En doordat je die sprong maakt, kun je dus genoeg snelheid hebben om daar boven uit te komen. En dat is een hele tricky jump. Dus, speciaal voor YouTube, dit is een iets langere aflevering. Omdat ik gefaald heb bij de vorige... Twee langere levels. Hoera. Goed, dus we willen eerst hier... Hem eventjes... Oh, rustig. Oh, eens eventjes. Gooi jij nou zomaar bananen tegen mijn toko? Kom hier, schavuit. Ik flambeer je levend. Ja, maar volgens mij moest je dan daar en dan moest je daar naartoe jumpen. But don't quote me. Je kunt ook wel hier overheen jumpen en dan gelijk daarop komen, maar dan kom je nergens. Want je wil dus op dat eiland daarachter komen. Want daar zit ook die... Na, zie hem daar zitten. Zie hem daar zitten, die sneaky. Zie hem daar. Daar. Ja, ik kan niet inzoomen hier helaas op, maar... Waar? Hier. Ja, dan zou ik mijn OBS weer moeten gaan clearen. Oh, jongens. En dat is echt geen makkelijke sprong. Ik ga het gewoon proberen. Oké. We hebben deze supercharge. Kan ik naar die andere daar? Ah, nee, dat kan ik niet. Nee! Oh, hoe die safe? Hoe die safe? Ik weet niet hoe dat ik hem deed, maar echt. Die safe, jongens. Wauw. Ik weet niet hoe dat die... Waarschijnlijk zou ik het geen tweede keer kunnen doen. Maar ik weet in ieder geval dat ik dus een screw-up heb gedaan bij de boomtoppen. Daar ben ik 100% zeker. Ik bedoel, we hebben de sleutel. Dus we moeten dan eerst hierheen. Dan springen we hierin. Dan gaan we door het raampje. Want dan zijn we weer terug op de plek waar dat we dus die supersprong moeten gaan doen. En geloof me, ik haat die supersprong. Want je verwacht het niet. Ah ja, één voordeel. Er zit hier in ieder geval een Zapdos.
En... ik haat die bananen. Oké. Hebben we ook weer gedaan. Oké, we hebben ze daar nu allemaal mooi. Goed, hier worden we dan gezapt. Dus mochten we de sprong verkeerd doen, dan kunnen we dus inderdaad gewoon onze levens opofferen. Maar dat ben ik eigenlijk niet van plan. Want we willen hier dus de boost doen. Dan willen we hier overheen springen. Dan willen we een scherpe bocht maken. En eigenlijk wil je dan helemaal daar rondomheen. Hè? Kan ik nog een keer die shave doen? Oké, zo spectaculair is het niet. Jammer. Moet ik weer helemaal rondlopen. Dus eigenlijk wil je dus van die ene springen. Dan wil je helemaal doorschakelen. En dan wil je weer een zijwaartse sprong komen. Waardoor dat je op die spiraal terecht kan komen. Duidelijk. Point. Want ja, deze die kun je niet vasthouden, deze boost. Want hier heb je namelijk een trapje omhoog. En dan raak je de boost raak je hier kwijt. Het is een van de iconische sprongen van Spyro. Die dus echt super lastig is. Spark, wil jij zelf eventjes blauw? Dan wordt mijn lampje ook tenminste weer blauw. Kijk, je blauw lampje. Jij! Goed. Daarheen. Zit ze in mijn oor, mijn vinger. Oh. Hoe vaak ga je die grap nog maken? Te vaak. Helemaal niet grappig. Stevie, stop nou eens met diezelfde grappen te maken. Het is eentonig. Dat kun je toch niet maken, man. Doe het nou eens niet. Wacht wel eventjes. Ik probeer hem eventjes wel wat beter in beeld te hebben. Tot als er een notificatie komt tot... ik bedoel, serieus, jullie horen het. Ik hoor de notificatie niet, helaas. Dus als er iemand is om jullie te laten schrikken, heb ik in dit keer geen last van. Of natuurlijk als ik een notificatie gemist heb, laat dat natuurlijk ook weten. Want ja, dat vind ik altijd wel een beetje vervelend. Als er een nieuwe follower is of zo. Oké. Zijwaarts! Daarheen! Oh nee, wacht, dan moet je omhoog! Daarin moet je omhoog! Dan moet je tegen het verkeer in, daar moet je van afspringen en dan kom je goed terecht. Oh, ik ben echt dom. Back to square one. Want dan kom je namelijk op deze uit en dan kun je namelijk een schans omhoog maken en dan heb je genoeg speed. Hoe vaak gaan we dit nog zien, jongens? Echt veel te vaak. Geloof mij maar. Excuses daarvoor. Het is een hele moeilijke sprong. Als je niet weet waar je heen moet. En ik weet het, je kunt de map gebruiken, maar dat vind ik echt... vroeger hadden wij ook geen map. En who needs a map? Trial and error dit. En YouTube, jullie hebben de power om vooruit te skippen. Maar een echte man kijkt elke seconde van elke video. Want ja, stel je voor dat ik nou een grappige opmerking heb gemaakt. Ja, dan mis je die in één keer. Helemaal je grappige opmerkingen zijn niet grappig. Oké. Okay. Ik snap het. Ik snap waar het... ik snap waar ik sta. Oké. Dus. Dash hier. Scherpe draai, dash naar hem. Jump naar beneden. Ho, ho, ho. En toen ging dood. Oeps. Daar lagen ook nog keesjes. Duidelijk. Vergeet de vrouwen niet. Dat zal ik nooit doen. Mijn excuus is als je je buitengesloten voelt. Sorry. Oh, oké. Nou gaat het goed. Nou gaat... wacht eens eventjes. Daar moet ik mijn dash op doen. Oh ja, gelukkig krijg ik mijn leven terug. Waarom loop ik daar de hele tijd de schans? Omdat daar moet je dus je combo op hebben. Dat is de plek waar je wil comboen. Want er is dus ergens waar dat die nene zit. En die nene die zit heel erg hoog. Waar moet ik nou... waar? Oh, daar. Kijk, want daarboven zit die nene. Want de enige manier om daar te komen is namelijk met een hele lange en harde spons. Kijk, op het moment dat wij hier met een super schans ervan afkomen, dan komen wij niet hoog genoeg om op de gems te komen. Daarvoor moeten wij al een boost hebben. En daardoor krijg je een super boost, oftewel een dubbele boost. En met een dubbele boost
dan ga je hoog genoeg, waardoor dat je dus op dat plateauotje terecht kan komen. Maar er zit nou ook nog een ander plateauotje waarin dat we dus heel eventjes moeten dashen en tot ik vergeten ben om daar te dashen, waar dus nog meer gems zitten. Ik weet het, een heel ingewikkeld concept, maar op het moment dat je het ziet, dan zul je het wel merken wat ik dus eigenlijk probeer van voor elkaar te krijgen. Het is echt niet een makkelijke sprong. Boomtoppen was een van de levels die ik vroeger als kind nooit 100% voor elkaar kreeg. Jeugdtrauma's. Oké, want je wil, hier wil je die boost hebben. Dan wil je heel even stoppen met boosten, want je wil niet te hard boosten. Want als je te hard gaat boosten, dan spring je daar dus overheen. Hè? Dat wil je dus niet. Want als je hier... Bam! Dat wouden we eerst doen. Goed. Nou gaan we, dus weer een rondje maken tot we weer daarboven uitkomen. Want we willen namelijk daar op dat plateau bovenaan komen. Dat is het enige wat we nou nog moeten doen. Dus, concentratie is sleutel. Oké, wacht eventjes vanuit hier. Moeten we... Echt, dit rondje, dat... Zul je nooit meer vergeten. De enige manier om die schans te starten, dat is vanaf dat punt. En dan kom je alleen maar als je door dit raampje heen gaat, hier omhoog gaat, hier overheen springt, hier weer deze trap op, dan weer deze op. Dat is de enige manier om bij die schans te komen. Oké. En nou screw ik mezelf over. Nou ja, één voordeel. Volgens mij hebben we geen andere Zepperoni gehad. Dus staan we gelijk bij de schans. En gems die worden automatisch opgeslagen. Ook al ben je een keertje afgegaan. Dus. Oké. Scherpe bocht naar rechts. Oh, nee. Save jezelf, Spyro. Oké, even kijken. Voordat we gaan springen. We willen vandaag, rennen we daarheen. Daarachter, daar is die jump. En daarop willen we komen, achter daar. Heel lastig. Oké, dan ben je hier. En dan wil je dus doorspringen daarheen. Dan heb je die speed boost. Schuin omhoog. Dat is de plek waar we naartoe willen. Als ik me niet vergis. Dus je wil daar doorrennen. Oké. Oh. Paal. Hopelijk heeft zij mij niet gezept, want dan zitten we namelijk bij de goede schans. Ze heeft me gezept, hè. Stom. Stomme troela. Ja, want dan kom je namelijk daar achteruit. Ja. Ja, dat was paal, inderdaad. Wacht maar. Wij komen daarboven. Geloof mij maar. YouTube, ik weet het. Dit is een super lange aflevering. Sorry daarvoor. Maar wat wil je met die boomtoppen? Dit is een van die levels gewoon... Nou ja, dit is HET level. Dit is HET level waar ik zoveel moeite bij heb gehad. Dit is echt gewoon de key van... stom spel! Weet je wel, dat je gewoon echt rage moment hebt. Als je 100% wil halen. Zet mij eens eventjes, dank je. Oké. Ah, en ik spring verkeerd.
Jij hebt mij gezegd. Stop. Maar als je hier naar boven toe loopt, dan moet je dus in één keer zijwaarts springen. En dan kom je daaruit. Ja, zij heeft me al gezapt en ik weet dat ik die sprong niet kan halen. Maar wacht eens heel eventjes. Is dat niet? Want dan kom je vanuit daar. Ja, zo schuif. Ja, nee, ik doe het wel goed. Nee, dat is de weg. Dat is de manier. Want ja, hier kun je die boost niet houden. Zo irritant. Wacht even, dus waarom ga ik terug naar... Want dit brengt mij namelijk weer terug waar ik net de hele tijd vanaf spreek. Never mind. Ik ben helemaal van mijn apres-ski. Ik ga gewoon geconcentreerd. Ik ga het gewoon geconcentreerd doen. Ik ga het gewoon... Ik heb het gehad. Ik ben boos. Grumpface. Nee, maar dit is dus echt het level. Je verwacht hem eigenlijk pas ergens heel erg laat in het spel. Maar hier is het gewoon echt van... Ja, je hebt dit level. En dan denk je bij je eigen van... Jezus man! En dan ben je bang voor de andere levels. En de andere levels die zijn juist hartstikke makkelijk om te completen. Oké, we zijn weer terug bij Zapdos. Zapdos! En nou weten we dat we dus op het moment dat we boven op de schans zijn... er gelijk af moeten springen voordat we gezapt worden. Zap mij! Het is jammer dat je die andere niet uit kunt zetten. Oké. Nu gaan we het doen. Zij het jullie! Kom hier. Kom hier, jij na. Heb je? Had jij gewoon een purple gem? Je had nog niet eens een ei, je had gewoon een purple gem. En hier weer een purple gem. En hier een fikkie erin. En hier dit erin. Hebben we nou alle gems? Waarom missen wij een gem? Waarom? Leg jij het mij eens uit, waarom missen we een gem? Chat. Wat een ritje, Spyro. Je hebt veel geleerd de afgelopen jaren. Ja, nou, je had wel een betere plek uit kunnen kiezen, zeg. Wat was dat voor een stem? Sparks, waar ligt die laatste... Waar? Daar? Ah, daar. Daarboven. Oké, duidelijk. Hoe gaan we daar komen? Volgens mij een double dash. Of een enkele dash. Maar als we een double dash doen, volgens mij springen we er daar dan overheen. Die loopt daar naar achteren, dan komen we daaruit... Volgens mij is dat een enkele dash. Maar volgens mij met een dubbel dash springen we er overheen. Zie? Eens even kijken. Nou, volgens mij... Weet je wat? We gaan gewoon een enkele dash proberen. Ja, dit level is echt een levensvreter. Nee, dit is namelijk een opstapje.
Moet er dan een manier zijn waarop dat je daar... Hoeveel levens hebben we? 27. Dan ken ik vaak zat op gewoon expres even afgaan. Ja, wat je kan doen is, je kunt vanuit hem kun je daarachter overkomen. Is goed, tot strakjes misschien. Want het probleem is, als je daar naar binnen toe gaat, dan kom je er niet. Maar je zou vanuit die schans, dat als je die wel afspringt, dat je dan daar overheen... Ik denk dat ik een idee heb. We offeren gewoon eventjes een leven op. Want ik heb geen zin om weer helemaal te moeten backtracken. Erg, hè? Maar ik denk dat ik hier iets wel van weet. Dit level is echt erg, jongens. Ik weet het. Sorry. Sorry voor echt deze hele lange aflevering voor YouTube. Dan komen we namelijk, als we daar opkomen, dan kunnen wij daar overheen springen over dat... Ja, ik weet alweer hoe dat deze zat. Oké, let op. Here we go. Nou, 105 klopt. Maar daar kom je dan toch niet... Nee, je moet de boost moet je helemaal daar overheen houden. Overheen springen en... Oh, deze was echt lastig. Damn. Ik dacht dat ik hem had. Oké, let's do this. Hier! Geef hier die purple gem. Oké, maar waar zit dan... Oké. We hebben nog steeds die sleutel. Maar dat was echt lastig. Waar zit dat gekke kistje? We hebben nou al 100% verdiend, dacht ik zo. Heb je niet de ruimte met de raampjes? Dan zou er inderdaad namelijk in dat laatste kistje, daar zou dan de 20 in moeten zitten. Dat kan niet anders. Daar zit hij al. Jee. Stom level. Oké, jongens, echt serieus. Thumbnail die ga ik aanpassen. Zit ook gelijk de weg naar huis. Show me the way to go home. Please, show me the way to go home. Show me the way to go home. I'm tired. Mooi. YouTube, sorry voor deze hele lange aflevering. Boomtop is gewoon een heel irritante, vervelend level, maar we hebben het wel gehad. Dank jullie wel natuurlijk voor het kijken. Vond je dit een leuke video? Laat het dan achter, een like achter te laten. En ja, je kunt ook altijd een reactie achterlaten als je daar natuurlijk de tijd voor hebt. Wil je het ook een keertje live meemaken? Link van de Twitch staat in de beschrijving natuurlijk. Net zoals dat de link van Discord erin staat. En ja, dan is het wat makkelijker om natuurlijk livestreams mee te maken. Dus
sowieso tot de volgende. Bedankt voor het kijken en tot de volgende video. Doei! Nou, dan zijn we ook weer terug voor YouTube gelijk. We lopen gelijk op een lopende band door. Even kijken hoor, want... er zijn nog meer levels. We hebben hier namelijk nog het vlieglevel. We hebben nog Metalhead. En... er zit nog ergens een secret level die we helemaal vergeten zijn. Omdat die zit namelijk in een put. En die ben ik helemaal vergeten in verband met dat hij in de put zit. En dat ik daarom niet wist dat hij daar ook alweer zat. En ben ik hem helemaal vergeten. En ben ik hem helemaal ontlopen. Oeps, stomme. Ik weet het allemaal nog meer. En tegen die dingen moet je niet chargen. Want dat werkt gewoon niet. Oh, sorry. Boosten. Kijk hier. De woeste vlucht. Ik heb hier zo geen zin in. Spyro wel, Spyro smiled. Ik heb nog steeds een blaadje hier zitten. Verschrikkelijk, gewoon irritant gewoon. Ik weet het, jongens. I don't like it. Wat ik wel like is dat ik al de afwas gedaan heb. Daar ben ik echt heel erg blij om. Oh, en dat trouwens, ja... Heel veel YouTubers die missen dat toch wel. Oh, waar beginnen we mee? De goede middag! Kisten, bogen, vliegers, boten in één keer. Oké. Okay. Doe eerst kisten. Was gelijk in naar beneden duiken. Al dacht ik dat de kisten volgens mij de vorige keer als laatste had gedaan, maar... Oh, jongens, ik heb fout. Hierboven. Oké. Okay. Ik heb geen idee welke volgorde ik nou ga pakken. Ik zie ze daar. Nee! Die had ik moeten hebben! Oh, dit ga ik nooit meer halen nu. Want als ik daar dan uit was gekomen, dan kon ik daar gelijk... Weet ik voor wat te doen, ik weet niet meer waar ik ben. Crash! Oh nee, tijd is om. Opnieuw. We moeten nu gaan vliegen. Als een gier. Weet je wat? Ik pak gewoon eerst even deze mee en dan... Nee, ik vergeet al een kistje. Oké, dus kistjes tegen de vliegtuigen in. We hebben boten en we hebben de bogen. Oké. Concentratie is sleutel. Leuk joh, dit soort levels. Doet pijn. Heel veel pijn. Hoog. Volgens mij was dat 2-1. Ik weet niet wat voor een geluid dat was, maar... Hi. Ik vlieg eventjes tegen het verkeer in. Mag dat? Ik wel. Ik heb geen idee waar die anderen zijn. Poortjes. Volgens mij was dat geen poortje. Ik weet echt niet meer waar ik nou op aan het focussen ben. Ik gooi alles door elkaar heen als in één grote blender. Het enige probleem is, nu moeten we nog terug omdat ik een vliegtuig ben gemist. Als ik dat vliegtuig had gehad, dan hadden we hem gewoon gehaald. Maar ik mis één vliegtuig. Erg is dit. 2 vliegtuigen vooruit dan. Oké, dus als we alle vliegtuigen hebben, willen we weer terug door dat ene poortje heen. Waardoor dat we die bogen mee kunnen nemen en die bootjes. Ik moet wel gelijk beginnen. Want vuurengeltje is boodschap aan doen.
Een hele goede timing, want echt serieus. Dit is echt... Dit had voor mij niet gehoeven. Oké, zo. Deze pakken we. En dan hier deze. Oké, weet je wat? Doe maar eerst eventjes hier tegen het verkeer in vliegen. Dan kunnen we hier tegen het verkeer in vliegen. Maar hoe komen we dan weer terug? Door die kant? Dan hebben we hier de boogjes. Oké. Omhoog. Nee, die wil ik hebben. Oh, dit kost tijd, dit kost tijd. I don't care. Ga gewoon door. Waar zijn die andere bootjes? Geef me tijd. Nee. Zo dichtbij, maar zo ver weg. Weet je wat we gaan doen? We gaan gewoon eerst dit even doen. We gaan gewoon eerst de bootjes en die poortjes doen. Waarom niet? Oh, kom op. Ik heb vliegen als een gier. Nee. Like deze video als je vroeger ook heel erg slecht was in de vliegstages. Maar Stevie, wij zijn niet slecht in de vliegstages. Nou, like als je een pro bent. Laat gewoon een like achter als je er tijd voor hebt natuurlijk, beste YouTubers. En voor de streamers. Lach me even uit, waarom ook niet? Nee, doe maar niet trouwens. Doe me maar niet uitlachen. Had ik hem? Ja, volgens mij had ik hem. Oké, hoeveel bootjes moeten we nog? Volgens mij zag ik er eentje achter me. Dat is handig, want dan kunnen we namelijk omkeren. Gewoon omdraaien. Omdraaien. Ja, daar zit hij. Dan kunnen we daarna de kistjes gaan doen. Oké, tijd zat nu. Don't screw this up. Concentratie is real, jongens. Oké, tegen het verkeer in vliegen. Oh, hoe raakt dit nog? Ik vind het nice. Ik vind het heel nice. Oké. En dan hebben ze daar nog. En dan kunnen we zo tegen het verkeer invliegen. Bam! Bam! Hi Squirtle Team! No, I'm Dutch. This is a Dutch stream, but welcome to the stream anyways. Finally we did it. Ja jongens, soms in een livestream dan komt er wel eens een Engelsman voorbij. En dan zeggen we dan natuurlijk in het Engels heel erg vriendelijk. Welcome to Team Eevee. You are watching Spyro in Dutch. We're even listening to the voice acting from the statues in Dutch. And it's terrible. I can tell you that. But anyway. We hebben het level gehaald. Stoppen. Dank je. But anyway, welcome Squirtle Team 2579. Terug naar beestenmakers. Beestenmakers, echt hè. Je bent in een moeras. We noemen het moeras. Beestenmakers. Nou ja, we hadden in ieder geval nog dat andere level dat we dus ook hadden moeten doen. Ho, wel springen hier. Ga aan de kant. Ga weg. Go away. I've played the old Spyro and I really want to play this one. Yeah, this one is amazing. Although, I have to be honest... the first Spyro game is just like the original first Spyro. The graphics look amazing, but the problem is, yeah, because it's the first Spyro, you don't have a lot of accessories or gameplay or unlockables or cutscenes, and the story is kind of meh. So, schokkend.
That's the only downside that I have. Spyro 1, it is a fun game, but it gets boring a little bit too quickly because, well, yeah, not a lot of piration. In ieder geval voor de Duitse kijkers, we gaan naar Metalhead. Een van de bazen. De bazen van het De Beestenmakers. 2 and 3, Spyro, Riptos, I believe it was Riptos Rage, I'm not sure. And Year of the Dragon, those are amazing, especially in the remake. Multitalueel. We spreken gewoon af en toe even Engels between tussendoor. Bam! Bam! Ach, kijk nou toch eens. Ze hebben nou in één keer een bucket op hun hoofd. Duitse kijkers, dat had ze niet kunnen wissen. Dan moest ik in één keer Duits spreken. Echt, ik kan absoluut geen Duits spreken. Excuses. Ik moet zeggen dat je wel een heel klein lijfje hebt vergeleken met je armen. Je armen zijn echt veel te groot. Niet hatelijk bedoeld. Maar speciaal voor onze Duitse vrienden. Ja, Dutch. Daaf, niet zo... Niet zo, hè? Denk erom, hè? Multifunctioneel taalgebruik, weet ik het allemaal nog meer. Je doet het maar even zo. Maar goed. Daar zijn onze andere goede vriendjes nu. Die zitten nou lekker te genieten van sneeuw en zo. Die zitten in het mooie Oostenrijk. Auw. Wil jij mij niet zomaar slappen? Ik hou niet van slappen. En we hebben nog niet eens een echte voice acting gehad in deze aflevering. We hebben alleen maar een beetje lopen vliegen. Zo. Ik word echt moe. Kijk hem blij wezen, zeg. Jee, ik heb hem geraakt met een banaan. Ha! Ik haat hem. Nou, we zitten hier nog best wel een hele gemene secret to everybody. Dat plateautje wat je daaronder ziet is geen echt plateau. Of wel? Aangezien dat je daar die opening ziet. Volgens mij ben ik daar de vorige keer ook ingetuind. Ik kan me herinneren dat ik daar de vorige keer hard ben ingetuind. Er is namelijk een toren. En in die toren zit een opening. En zo kun je dus naar de bovenste laag komen. Nou is het probleem... Je zou ergens naar onderen toe kunnen. Want je ziet daar toch duidelijk die opening. Maar volgens mij is dat geen plateau. Nou, weet je wat we doen? Yay! Als ik het maar weet. Weet je wat, we gaan het gewoon doen. Nou, trouwens, nee, want er zijn al die beesten dadelijk als... Mocht het zo'n death trap zijn... Nee, we gaan dat niet doen. Ik heb een beter idee. We gaan heel eventjes naar dat voice acting standbeeldje. We hebben een save. Metalhead staat klaar om je te ontmoeten. Val de stroompalen aan om zijn energie te onderbreken. Dat zullen we dadelijk zeker heel eventjes gaan proberen. Squirtle Team, please read the rules. Do not go and put that in the chat totally out of nowhere. It's not allowed in our stream, sorry. Ja, nee, maar aangezien dat je dus al eerder ook al een invisible wall had. Nee, dit is goed. Dit is inderdaad goed. Je wil altijd voorzichtig zijn met die invisible walls en noem het maar op. Soms wordt het niet duidelijk aangegeven waar dat je wel heen kan en waar dat je niet naartoe kan. In ieder geval weer een paar gems. Volgens mij had deze er niet zoveel. We hebben hier wel een hidden key. Volgens mij kwamen we hier dan ook uit op de hogere gebouwen namelijk.
durf ik niet met zekerheid te zeggen, maar... Even kijken, want je hebt hier... Volgens mij was dat hier binnen. Ja, maar nou komen we hier boven uit. Kijk, en dan komen we hier op het dak uit. En dan kunnen we deze gems meenemen. Hoeveel heeft deze? 500. En maar één draak. Echt, hè? Eens even kijken. Daar komen we uit. Daar zit niks. Dus de enige plek waar dat we dan nog naartoe kunnen komen, dat is daar bij die leven. Oké. En ik faal mijn sprong. Dus moet ik weer helemaal omlopen. Alleen maar voor een paar gems in één leven. Verschrikkelijk. Wacht eventjes, dan kom ik gewoon toch al gelijk hierin, ja. Dan zul je dadelijk net zien dat we hier ergens een of andere gem vergeten of zo. Het is weer zo'n heel tight jump dit. Echt 7 gems in het leven, daar doe je het dan voor. Helemaal zo omlopen. Alleen maar om op dit plateau hier te komen. Bah. Oké, geef me. Dank je. Oké, baastijd. Dus we willen dit allemaal gaan chargen. Maar we willen uitkijken als hij rood wordt. Want op het moment dat hij rood wordt, dan kunnen we er dus niet tegenaan bashen. Al moet ik wel zeggen dat dit behoorlijk veel op een baas lijkt. Ik bedoel, die andere, dat was niet echt een baas. En hier wil je dus de stroomtoevoer wil je afsluiten, zodat hij dus zonder stroom komt te zitten. Eigenlijk een heel erg leuk concept. Oké, je kunt even naar boven toe om de gems even op te pakken. Nice. Wel mooi dat je dan hierboven kan staan zo. Oké. Staat hij daar alweer voor je klaar? We kunnen eerst naar achter de waterval. Laten we dat gewoon eens heel eventjes doen. Laten we gewoon eens heel even stiekem achter de waterval gaan kijken. Ik bedoel, het ziet er zo mooi uit als een secret to everybody. Waarom ook niet? Daar heb ik een sleutel voor nodig. Oké. We slopen gewoon alles. Wel grappig hoe dat hij eigenlijk kan overleven met één power ding. Ah. Hij is gediepleukt. Vaardigheidspunt verdiend. Yay. Maar het grappige is, we missen nog steeds dik 96 gems. Nou, kunnen we eventjes deze al gelijk meenemen. Maar ja, je hebt hier nog meer boven liggen, dus... Ach, dat ziet eruit als leuk, man. Dat ziet eruit als kerstmis. Ook al is kerstmis al geweest en dat maakt mij eigenlijk heel weinig uit, want ja. Kerstmis blijft leuk. Oké, die hebben we nou ook. Dat trapje daar hebben we gehad. We zijn achter de waterval geweest. Ah, daar zit nog meer. En hier hebben we er eentje geskipt. Oeps. Dit lijkt mij dan ook weer een hele tight jump om hier gewoon naar de overkant te komen. En ik faal. Oh, je haalt het net. Oké, we missen er nog 13. Hier beneden? Nou, ik zie er daar nog 2 liggen inderdaad. Ah, dat is een tientje. Mooi. Eén enkele gem nog achter de waterval. Serieus, hebben we achter de waterval 1 gem gemist? Wordt dat gewoon echt de gimmick van deze playthrough? Dat we gewoon 1 gem elke keer achterlaten omdat we niet goed opletten of zo? Yep, daar ligt hij. Level compleet! Yay! Nou, de vorige keer hebben we een hele lange aflevering gehad. Ik zie dat we hier nou 19 minuten aan het afleveren. We hebben een baas gehad. Schokkend, hè?
Terug naar de beestenmakers! Jee. Waarom ook niet? Goed. Nou, we kunnen heel eventjes zien wat de volgende wereld doet, dat die eruit ziet en... Oh boy. Oh, ik voel me zoveel beter nu al die draken zijn gered. Spring in de ballon, dan neem ik je mee naar de droomwevers. Zie mijn vuist, daarmee sla ik je dadelijk helemaal verrot als je nou nog één keer je mond open doet. De droomwevers. Ah ja, we hebben nog maar twee werelden eigenlijk te gaan. En dan hebben we Spyro 1 gehad eigenlijk. Daar ben ik eigenlijk best wel blij om. Ja, ik weet het jongens. Ik heb een hele bad hair day. Excuus daarvoor. Maar goed. De droomwevers, die wereld gaan we natuurlijk doen in de volgende aflevering. Waaronder, ik denk misschien twee levels daar als wel. Want ja, ik denk dat we daar dan wel de tijd voor hebben. Maar dat bewaar ik voor de volgende aflevering. Dus, heb je het leukste moment? Laat weten in de reactie. Natuurlijk laat een like achter als je daar natuurlijk de tijd voor hebt. Dan hoop ik jullie allemaal weer te zien voor de YouTubers. In de volgende aflevering voor de streamers. Wij gaan gewoon nog eventjes gezellig door. Dus YouTube, bedankt voor het kijken en tot de volgende part. Doei! Ken ik tenminste eventjes wat? We gaan gewoon beginnen zo met... Goedemiddag! Welkom terug bij een nieuwe aflevering van Let's Play Spyro. Let's Stream Spyro, want ik zit hier namelijk met Super Mario Player 200 en DA64 in de chat op het moment. En ik weet niet of Squirrel Team er nog bij is, maar waarschijnlijk wel. Alleen die spreekt niet echt Nederlands, die is Engels. Die speaks English. En we hebben deze blije... Nou ja, we hebben die blije doodle die daar ook nog eens een keertje bij staat. Waarom? Ik heb geen idee. Ik ben klein! Dit is wel een hele grappige wereld, moet ik zeggen. Omdat er is dus een kanon waar dus mee gevuurd wordt. En daarmee worden deze vijanden klein en groot gemaakt. Ben ik nog eventjes een leuke appel voor aan het zoeken, Daaf. Dus de foto die ik op het moment heb, die vind ik niet echt mooi voor een emoticon. Dus daar moet ik nog heel eventjes mee gaan lopen klussen. Wat hebben we hier? De duistere doorgang. Nou, hij ziet er heel duister uit. En ik heb nou net between afleveringen heel eventjes wat gedronken. En dan zit er dus... Dat was. Auw. Sterf! Sorry jongens, ik weet het. Dat was een beetje onbeleefd voor mij. Jammer. Echt wat een blije guppies. Oh, die twee trouwens, die zal hij nooit kleiner maken. Omdat dat namelijk voor een doorgang is. Want dit is namelijk de main wereld. En bij de main wereld dan moeten wij namelijk ook alle gems weer gaan verslaan. Verzamelen. En dus ook inderdaad alle draakjes weer bevrijden. Latief! Welkom bij de droomwevers, jongeling. Als je Knasty's hulpjes achtervolgt, moet je op alles voorbereid zijn. Ook het onverwachte. Ik had eerder zo'n stem bij jou verwacht. Maar nog steeds, elke keer als ze zeggen Knasty, dan moet ik grinnen. Echt, serieus, hij heet Nasty Nork. Maar dan met de G erbij, weet je wel. Gnasty Gnork. Maar ze noemen hem hier gewoon echt Knasty. Waarom Knasty? Had je hem dan niet gewoon lelijke, weet ik voor wat genoemd? Lelijk! Ja, sorry, maar hij heet toch Nasty, of niet dan? Kan ik niks te doen? I can't read the rules. You can't read... well, that's because it's a Dutch stream, but... Of course, links are not, or... Other switchers and all that stuff. Not without permission. And it's kind of obvious to have those rules, of course. Serieus, het gaat over die PewDiePie meme of zo. Daar word je gewoon niet vrolijk van. Ik bedoel, dan zou ik het eerder nog hebben over Markiplier. Ik bedoel, Markiplier die is echt heel erg leuk naar Resident Evil 2. Maar vind ik wel weer grappig, want als je gaat kijken naar Markiplier die zijn Resident Evil 2 aan het doen is... Die doet hem echt... Eén aflevering is 3 uur? 2 uur? 1,5 uur? Denk je ook bij je eigen van, gast? Waarom zulke gigantisch lange afleveringen?
Mag je best weten, dan mis ik dat toch echt wel van vroeger, weet je wel. Vroeger dat hij dat dan deed met, dat een aflevering ongeveer zo'n half uur, drie kwartier was. Nou is zo'n aflevering gewoon echt anderhalf uur, twee uur. En dan is hij het ook niet eens aan het livestreamen. Dat is hij gewoon echt zo van, nee, ik ga gewoon opnemen. Want het wordt geknipt. Het wordt gewoon geknipt. Chakurus. Nee, ik weet het uitverkeld. Ik heb geen idee. Oh nee, ik wil eigenlijk niet naar jou luisteren. Goed zo, Spyro. Ik hoop dat je weet wat nog komen gaat. Krusty's wereld is niet bepaald een gezellige plek, weet je? Laat maar raden, de plek waar jij thuis hoort. Ben je klaar om te gaan? Nee! But anyway, for a Squirtle team in Team Eevee, because, well, we are Team Eevee. Obviously, it's like rule number one in Twitch streams. Never ever just promote another channel without any permission. Every streamer I know doesn't like that, so... Dankjewel, Super Mario Player. Hi. Doei. Oké, die gasten die willen we dus klein maken. Want dan kunnen we namelijk daar ook heen, hè. En het grappige is, we kunnen dus met dit kanon... kunnen we ze dus groter en klein maken. En we willen alles eigenlijk klein maken. Net zoals die daarachter, die willen we ook klein maken. Anders hebben we een probleem. Oké, nou, voorzichtig springen hier. Hallo Spyro, goed gedaan. Ik ben pas klaar als ik die nasty knork verbrand heb. Spyro, alsjeblieft. Je klinkt zo geïnteresseerd er ook in. Ik ben pas klaar als ik die knork. Ja, maar ja, dat weten de... Ik leg dat toch wel uit op het moment dat... Want de kijkertjes op YouTube weten dat dit gelivestreamd wordt. Tenminste, dat neem ik aan dat jullie dat ook... Ja, ik ga nu even naar jullie weer. Naar de YouTube. En naar stream tegelijkertijd. Ik weet niet waarom, dus... Er komt dus af en toe wel eens... Er komt er in een livestream komt gewoon in één keer iemand... En die begint dan in één keer over Engels... Die begint dan in het Engels te praten. Nou, sowieso, ik heb niks tegen Engels. Engelse mensen zijn hartstikke gezellig. En ze zijn natuurlijk altijd welkom. Ook al is dit een Nederlandse stream... Ze zijn welkom. Nogmaals, ze zijn echt welkom. Alleen ja, ik ben bang dat ze weinig van de stream zullen verstaan, maar... We zitten zelf op het moment een Nederlands spel te spelen. Nou ja, het is een Engels spel, maar hij staat zelfs op de Nederlandse setting, dus... Ja. Maar ja, er zijn natuurlijk standaardregels die iedereen eigenlijk altijd wel snapt. Ik bedoel, serieus. En ja, ik ben nou de enigste moderator ook op het moment. Omdat mijn andere twee moderators die zijn op vakantie. Terecht. Laten we er lekker van genieten. Paddenstoels, verbrand ze! Oké. Mazi. De vijanden hier zijn onoverwinnelijk. Maar daarom hoef je ze nog niet met rust te laten. Klinkt goed, hoor. Beste Spyro, hou jij dan maar gewoon je mond. Oké, nou, het grappige is dus... Dat beest is inderdaad dus onverwoestbaar. Maar op het moment dat jij hem dus raakt... met iets... gaat een belletje tinkelen. En dan kun je er dus opspringen... op een plateau, want ze staan altijd in verbinding met een plateau. En daardoor kun je dus... verschillende dingen vinden. Zoals hier dus bijvoorbeeld een leven. Hartstikke handig. Ja, ik weet dat Fluff nog kan komen. En Sonic zou nog kunnen komen. Suzy kan nog komen. Al is die heel erg bang voor Spyro in het Nederlands. Myrthe die zou nog eventueel kunnen komen. Dus we hebben nog moderators genoeg inderdaad. Maar ja, het is niet altijd zo van tot ik ze eigenlijk eis tot ze dus... maar het moeten komen op het moment dat ik live ben. Absoluut niet. Daar ben ik absoluut geen voorstander voor. Dus ik vind het al liefst dat ze er soms de tijd voor maken. Dus... Ik zou niet zeggen dat je het voor niks hebt gedaan. Nou ja, in ieder geval dan kunnen we dus hier naartoe.
En als wij dus hier komen... Hier komen... Dan zien we daarboven zien we al een level. Maar het gaat hier voornamelijk heel eventjes om de gems. Want we willen dit natuurlijk 100%. We hebben hier twee van de meloten. En deze twee die willen we volgens mij allebei tegelijkertijd raken. Dat nou hoger. Wat doet die tweede dan? Oh, later Squirtle. Or should I say Squirtle? It's a little bit nicer just to say Squirtle. Oké, ik denk dat er hier maar 300 zijn. Ja, oké. We missen er nog een paar en ik wil eigenlijk ijsvlucht als eerste gaan doen. Niet omdat het een vluchtlevel is dat ik denk bij mij van, oh ja, die moeten we nou als eerste doen. Oh, wacht. Hij wijst al naar iets. Hier zit nog een gem. We missen er nog 10. Daar beneden? Oké, I'll trust you on this, Sparks. Iets zegt mij dat hij geen fan is van de regels die we hier hebben. Echt Super Mario Player die is hier echt, ik weet niet hoe lief alle regels aan het uittypen geweest in het Engels. En dan gaat hij gewoon weg. Dan zegt hij gewoon, oh, oké, doei. Zo nat aardig. Oké, laten we eens even kijken. Want we missen dus 10 gems. En het grappigste is, waarom wil je als eerste de ijsvlucht doen? Heel erg simpel, want op het moment dat je uit zo'n level komt, dan respawnen alle vijanden weer. Weer om zo'n stiekem hoekje heen, hè. Oh, ik haat dat. Hoe heet dat level in het Engels? De ijsvlucht level. Icy Flight? Zoiets? Nou, ik vind het al aardig zat dat je daar de moeite voor hebt genomen, Super Mario Play. Ik bedoel, ja. Vergeet niet YouTubers, ik heb hier ook een live chat bij en daar wil ik natuurlijk heel interactief mee zijn, want dat is dus het voordeel van livestreamen. Je kunt gelijk interactief mee kijk zijn. Zo, dat klonk echt wel even als een bange hond, weet je wel. Kijk, kijk, kijk! Oké, nou, deze poort is dus nu open, want op het moment dat we dus een eerste level zouden gaan doen, dan krijg je dus het probleem, tot die vijanden weer respawnen. Dus we willen als eerste het level doen wat hier staat. Oh. Oh, op zo'n manier. Maar is het dan niet wel wat makkelijker om... Even kijken, jij... Ben je deze? Nee, dat ben jij. Waarom zou je die tweede willen raken als je al op de eerste zou kunnen staan? Alles klinkt beter in het Engels. Nou ja, vleugje zout vond ik wel grappig. Ijsvlucht. Het is weer zo'n vlieglevel, net zoals in de vorige aflevering. Verschrikkelijk. Maar Resident Evil gaan we zo rond 6 uur, half 7 mee beginnen trouwens, jongens. Dus ik ga tussendoor ga ik heel eventjes natuurlijk eten. Ik heb voor vanavond saucijse broodjes. Dus dan kan ik nog wel gewoon de livestream aanlaten en gewoon interactief gezellig met jullie kletsen. Oh, lampen! Lampenoil, touw, wil je dat? Kan je krijgen, mijn vriend, zolang je maar voldoende robijnen hebt. Oh, ik vind dit wel vervelend. Op het moment dat ik dit aan het doen ben, kan ik dus niet echt naar de chat kijken. Ik mis een lamp. Ik mis een zaklamp. Volgens mij deed ik die lamp als laatste. Deze stream kon ik me nog niet aan mijn belofte houden die ik op... Ah! De Super Mario Player, ik had gelijk. Gemeen ben ik soms, hoor. Waar het over gaat... We hadden een bericht over Discord en noem het maar op, dus... Oké. Dus we willen eerst de lantaarnpalen doen. En op de terugweg wil je dan de kistjes doen. Oké, even wachten hoor. Er is namelijk een punt, daar wil je een draai maken.
Dat is hier. Dacht ik. Ja, want dan kom je namelijk hierop uit. Dan wil je een hele awkward bocht maken om de kistjes dus mee te gaan nemen. Oh, wel vliegen. Vlieg met Spyro! Oké, nog één kistje. Daar! Nee, omhoog! Oké, dan willen we nu bashen tegen die treinen. Altijd tegen het verkeer in, hè. Altijd tegen het verkeer in. Komt er hier nou ook weer eentje? Hier willen we heel even stoppen. Ga weg. Bom. Je hebt hier namelijk een paar helikopterpads. En je wilt het spoor een beetje in de gaten houden, want die andere trein komt natuurlijk ook. Waar is die derde? Oh, daar. Daar is hij. Oh, dit gaan we niet redden nu. Oh, dit gaan we niet redden. Oké, we krijgen 3 seconden per. Er is nog kans. Er is nog kans. Waarom zou je dit opnieuw willen doen? Stoppen. Enough. Sleep. Now. Ga weg. En kom nooit meer terug. Terug naar de droomwevers. Hij komt. Ik beloof het. Nice. Ik weet al lang waar het al mee te maken heeft. Waarschijnlijk tot het daarboven nog niet gereset is. Ja, Discord. Echt, de Twitchers die weten waar ik het over heb hoor. De Twitchers die weten dat wel. Maar goed, in ieder geval hebben we dus die ijsvlucht gedaan. En volgens mij kunnen we nu wel automatisch nog terug. Want dan zijn ze gewoon klein. Maar hadden we dus nou bijvoorbeeld duistere... Oh, oké. Gas, volgens mij heb je veel te grote armpjes daarvoor. Maar goed, we doen nog eventjes de duistere doorgang hier ook nog eventjes mee. Echt ook gewoon de pointer opnieuw zetten. De pointer! Mocht je mesje, druk je zo opnieuw. Ik heb geen idee waar je het over hebt, maar goed. Oh, deze wereld is awesome. En creepy. Maar ook awesome. Kijk die beesten. Creepy, man. Ik was echt legit bang voor die beesten toen ik klein was. En nou is de puppy. Nou, deze beesten hier, die zijn dus ook onverwoestbaar. Maar op het moment dat je ze dus flambeert, dan gaat hun lampje branden. En op het moment dat je dus een lampje hebt laten branden, dan zullen deze beesten automatisch... Hi. Op het moment dat dus het lampje brandt, dan zijn die beesten dus inderdaad klein. Echt Super Mario... Ik heb echt geen idee waar Super Mario Player het over heeft op dit moment. Mocht je mesje, druk je zo op opnieuw. Hé? Geen idee waar hij het over heeft, jongens. Als YouTube het niet snapt, komt het goed uit, want ik snap het ook niet. Goed. Cassia! De vijanden hier zijn best wel eng, maar hou ze goed in de gaten. Ik spuw veel liever vuur naar ze. Dat lijkt er meer op. Oké, die stem van die draak die past er inderdaad wel bij, maar Spyro die praat nu een beetje te veel naar mij. Ik bedoel, serieus. Spyro is echt zo'n badass draakje, weet je wel, van... I'm gonna toast them! En dat Nederlandse, dat echt dan... Nee. Je cursus stond op overnieuw of zo. En mocht je dit vergeten, druk snel op A. Oh, dan moet je weer overnieuw spelen. Dat. Ah, zo. Ja, maar waarom zou je... Ik snap al sowieso niet. Waarom zou je zo'n level overnieuw willen doen als je alles al gehaald hebt? Ja, om een betere tijd te krijgen. Er staat ook geen achievement voor op de PlayStation dat je dat in een bepaalde snelle tijd zou moeten doen. Auw. Niet vuurballetjes naar mij schieten. Dat is niet aardig. Oh, die duiveltjes die zijn ook gemeen.
Nou, een highscore die maakt eigenlijk weinig uit. Azizi! Bedankt dat je me hebt bevrijd. Ja, pas erbij. Weer een stem die er wel bij paste. Ik bedoel, serieus. In het Engels is het automatisch thank you for releasing me. En daar hebben ze ook hele leuke stemmetjes natuurlijk voor. Maar, dit stemmetje, daar past er goed bij. Ik bedoel, je ziet een hele oude draak. Daar past wel zo'n stemmetje bij als je mij vraagt. Hallo, ga dood. Ja, waarschijnlijk highscore, maar echt serieus. Waarom zou je dat willen? Ja, het is echt nog niet eens dat je er een achievement voor krijgt. Oké, okay, even kijken. We zijn nou hier. Oh, dit is een hele verkeerde timing. Nee, jij blijft gewoon branden met dat ding. Hoppakee. Net zoals dat het een achievement is dat je die dingen gewoon dash op het moment dat ze klein zijn. Zie ze smilen, die duivels. Dat is echt verschrikkelijk. Sterf jij, baas. Nou zit hier ook nog een naar huis. Maar er zit hier nog een secret to everybody. Dus we gaan nog niet naar huis. Bakari! Hey, misschien ben jij wel in staat om Gnasty Gnork te verslaan. Dat kan ik wel. Miauw, was jij dat? Denzel Krokker? Serieus? Heb jij dit? Heb jij... Oké, okay, serieus. Ik had liever jouw stem als Spyro gehad dan degene die Spyro nu heeft ingesproken. Maar volgens mij ben jij het. Volgens mij heb jij dit ingesproken. Volgens mij ben jij dat, Denzel Krokker. Ik heb wel op die... Jawel! Ik heb het wel ingezet. Ik is live. Hoezo heb ik dit niet gezegd? Zo. Ja, ik dacht er ook al echt dat ik het gezegd had. Maar goed, in ieder geval, Denzel Krokker. Vind je mij nodig? Volgens mij ben jij wel in staat om Gnasty Gnork te verslaan, Spyro. Maar goed, er zit dus nog een secret pathway. Want ik zie daar zie ik namelijk een diamantje. Ik zie daar nog een weg. Ah! Kijk, daaronder is. Ah! Nee! Ik zie een plateautje dat niet werkt. Ik verzuim. Driehoekje werkt pas namelijk in deel 2 en deel 3 en niet in deel 1. En dat vergeet ik steeds. Oeps. Beetje ruig, vind je niet? Oké, waar zat die doorgang daar? Je kunt beter botsen en dan daarna weer op kruisje drukken om weer te zweven als... Ik moet tegen jou aan dashen, want dat was een achievement. Poink. Diamanten! Ogen dicht! Ja, dat is een fun feitje, maar het grappige is namelijk de eerste Meowth die is ingesproken door dezelfde die dus zeg maar Denzel Krokker in heeft gespeeld bij Fairly Odd Parents. Leuk feitje! The more you know! Oké, volgens mij was dat hier alles. Want we hebben nog een thingamajing daar. Dat je weer omhoog kan. Omhoog! Omhoog! This is your captain. Wat zijn we niet doen? Slecht plan. En dan toch doen, hè? Maar dit stuk van het level zijn we al geweest. Ik weet dat er nog ergens anders een secret passage zou zitten. Ergens. Oh, kijk hier nou toch eens. Poink, poink, poink. Hou je mol. Zwijg! Zwijg, jij dwaas. Even kijken, zit hier nog een secret to everybody? Nee, oké. Hier hebben we ook weer een spiraaltje die we nou gewoon even negeren. Kijk, daar. Daar aan de overkant. Daar aan die overkant. Maar hoe kwamen we daar ook alweer? Er was een manier om daar te komen. Brandblaren op je kont. Wel eventjes. Kom je daar dan niet via die tunnel? Dat je daar dan overheen springt? Dat je dan daarheen kan komen? Waarschijnlijk.
die gasten zijn grappig. Hier. Je moet vliegen als een gier. Ja, want hier zit je namelijk aan de andere kant. Dus ik denk inderdaad dat als jij via die secret tunnel, via die secret passage, als je daarin gaat, dat je dan uit kan komen in dat plateautje waar we dus net zagen. Volgens mij kun je dat secret plateautje hier. Volgens mij zou je dat vanaf hier moeten kunnen halen. Ga het gewoon proberen. Even kijken, ik kan klachten indienen bij PostNL. Echt waar, want ik heb dinsdag iets besteld. Had gisteren binnen moeten zijn, maar zelfs vandaag hebben ze het nog niet binnen. En het stond voor, ja, dat moest gisteren al zijn. Gewoon een klacht indienen inderdaad. Ben ik het helemaal mee eens. Ja, dit is de manier. Dit is de manier hoe dat we hier binnen kunnen komen. Hallo! Kom zomaar eventjes met een kopstoot in huis vallen. Point, 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 point. Blijf leuk om dat te doen. Oh, hallo. Ach, wat zijn jullie nou klein en schattig. En nog steeds met vuurballen, hè? Dat is niet lief. Zo schattig zijn jullie niet meer. Ik neem mijn woorden terug. Ja, ik heb dat probleem ook best wel vaak met PostNL. Dat je dan iets bestelt. Dan zeggen ze dat ze het zullen bezorgen in een bepaalde tijd. Omdat ze dan... daar heb je dan een handtekening voor nodig en zo, weet je. Die klets. En dan denk je bij je eigen van... Oké, okay, nou prima. Dan blijf je daar dus voor thuis. Gaat geen boodschappen doen. Neem een dag vrij voor je werk. Weet ik het allemaal nogal meer. Speciaal om maar thuis te kunnen zijn. Om een pakje op te kunnen halen. Of aan te kunnen nemen. En ze komen nooit op tijd. Nooit. Zo jammer. Niet... Niet bijten. Echt teleurstellend dat. Sneeuw dus vertraging. Welke sneeuw? Hallo Apara. Bedankt Spyro. Ik wil best helpen om Gnasty te vangen, maar ik wil niet weer in een kristal vastzitten. Geen zorgen. De enige die we op gaan sluiten is hij. Ja. Totaal niet passende stemmen. Helaas. Het zou niet zo moeilijk moeten zijn, jongens. En ja, jullie hebben het ondertussen, ik weet het, in deze hele Let's Play hebben jullie het al vaak zat gehoord. Let's stream. Ik ben geen fan van Spyro's stem. En dat rijmt ook nog eens een keer. Wacht eventjes, kan ik niet vanuit... Nee, begrijp me niet verkeerd, maar echt serieus. Er hoeft maar 1 centimeter sneeuw te liggen en het is al gelijk zo van... Nee, ik durf niet! We hebben vertraging! Want er ligt 1 centimeter sneeuw! Dan zouden ze dus niet in post moeten gaan proberen te bezorgen in Oostenrijk, zeg. Dat is geen centimeter, dat is gewoon een meter. Hallo. Obasi! Maat! Bedankt dat je me hebt bevrijd. Ja, graag gedaan. Dankzij jou hebben we nou alle draken gevonden. En waarschijnlijk moeten we nou een zweefvlucht maken naar die blauwe die we daar zien. Hopelijk halen we dat in 1 keer. Hoi. Wel grappig die duiveltjes gewoon ook, dat ze al klaar liggen met pijlen boven alles. Het zijn wel de langzaamste pijlen die ik ooit heb gezien, maar... Er ligt niks op de snelweg. Wat? Er ligt nog niet eens iets in mijn achtertuin. Dat is hetzelfde als de NS. Ik heb het laatst heb ik het van de NS heb ik het gehoord. Ik heb echt in een deuk gelegen. Ja, wegens de sneeuw die morgen gaat vallen, rijden we met minder treinen. Oké, maar dan moet de sneeuw eerst wel vallen, hè? Ja, de sneeuw gaat vallen. Geen vlokje gevallen. Nou oké, dan ligt hij misschien 0,1 mm vooruit. Laten we eerlijk wezen. 2 centimeter! Oh mijn hemel! Stop wat zout in de koffie! Wees toch bevreesd, er is zeker meer dan 2 centimeter geweest! Jongen, 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 jongen. Hebben we alle gems? Kunnen we naar huis? Yay! In 1 keer! I'm awesome. Oké, kunnen we dan mooi zo terug? We hebben dit level al 100%, dan kunnen we naar huis.
Als de minderheid kan rijden, kan de rest toch ook gewoon rijden. Luister, op het moment, ik vraag me eigenlijk echt af. Stel je voor dat het hier in Nederland een keertje weer gaat gebeuren tot er echt gewoon 25 tot 30 centimeter sneeuw gaat liggen. Ik denk dat echt Nederland helemaal op zijn gat ligt, dat alles plat ligt. Zoals we dat vroeger hadden, weet je wel? Maar goed, in ieder geval, YouTube. We hebben nu dus 2 levels weer gedaan, plus de main wereld. Dus we hebben in totaal 3 levels gedaan. Ik hoop dat jullie dit een hele leuke aflevering vinden. Wil je zelf nou... Wil je zelf nu ook een keer gezellig bij zo'n livestream aanwezig zijn? Link staat natuurlijk in de beschrijving waar dat je dus onze livestreams kan vinden. En ja, vond je dit een leuke video? Laat natuurlijk een like achter als je daar de tijd voor hebt. In de volgende aflevering gaan we gewoon nog een paar levels nog erbij doen. Waarschijnlijk de laatste 3, want we hebben er nou 2. Hebben we hier nou gedaan. Dus volgens mij zit hier dadelijk het volgende level dat we gaan doen. Ik ga heel even spieken. Hi. Ja, het zweefkasteel. Die bewaren we voor de volgende aflevering. Dus ik dank jullie voor het kijken en tot de volgende video. En tot de volgende video, zeg ik alweer voor de 3e keer. Weet ik het allemaal nog meer. Doei! Zo, kan ik eventjes weer een slokje drinken nemen? Ook een beetje aangepast. Maar goed, wij gaan weer beginnen voor YouTube. Dus goedemiddag, welkom terug bij een nieuwe aflevering van Let's Stream Spyro, het draakje in het Nederlands. Ik heb druppeltjes hier. Daardoor zie ik een reflectie als ik zo naar boven kijk. Dan zie ik gewoon echt een reflectie. Dus volgens mij heb ik een paar druppeltjes erop zitten. Nee? Gewoon echt een reflectie? Oké, never mind. Goed. In de vorige aflevering hebben we levels gedaan. In deze aflevering gaan we weer levels doen. Zweefkasteel, go! Even de schouders een beetje losmaken zo, hè? Beetje zo, hè? We gaan zweven. Zweefkasteel. Oh, hé. Waarom doe je dit? Ik heb geen idee. Schoudertraining. Nee, vooral. Oké. Hebben we ook weer gehad. Duurt lang. Als ik ergens heel erg blij mee ben, dan is het dat sommige spellen gewoon niet in het Nederlands zijn. Dat je gewoon je PlayStation 4 gewoon op het Nederlands kan laten zetten. Bijvoorbeeld Kingdom Hearts 3. Is niet Nederlands gevoiced, heeft geen Nederlandse support. En zelfs geen Nederlandse ondertiteling. Wat dan wel jammer is, maar... Om heel eerlijk te zijn, het valt gelukkig mee. Resident Evil 2 is niet Nederlands. Stel je voor dat dat Nederlands zou zijn. Leon, kom hier. Beetje ruik, vind je niet? Hallo. Doei. Ik vind deze vijanden vind ik zo leuk. Die hangen dan zo aan de ballon en je moet de ballon klappen en dan... Vallen ze gewoon dood. Je moord ze gewoon uit. Oké, even wachten. Want volgens mij moest je... Dat is de weg waar je heen moet gaan. En volgens mij was dit de eerste Secret to Everybody. Oh. Nou, ik haal hem nog. Kan lukken. Oké, kunnen we hier een sleutel... Ja, dat is een sleutelkistje. Definitely. Kijk maar. Oké, dan zitten we het begin in het secret hutje. Ah. Do not feed. Mag ik het wel bevrijden dan? Doei! Ik moet zijn veetjes zomaar vastgehouden. Oh, kijk nou toch eens. Daar hebben we weer van die vijandjes hier. Auw! Serieus, hebben jullie homing arrows of zo? Ga dood. Oh, had ik jou al bevrijd? Was eigenlijk niet mijn bedoeling, maar vooruit dan. Deze ene keer. Jongens, ik doe trouwens ook mijn best om even alle notificaties natuurlijk wel een beetje mee te krijgen. Want ja, ik hoor geen geluid. Dus als ik het zie, dan probeer ik er gelijk op te reageren. Mocht ik iets missen, laat het me heel eventjes weten in de chat natuurlijk. Vind ik wel belangrijk. Dus de sparkle, sparkle, sparkle. En waarom hebben veeën altijd moeite met een broek aan te trekken? Echt serieus. Mudada! De veeën staan altijd aan jouw kant, Spyro. Hoi, Spyro. De veeën staan altijd aan jouw kant, Spyro. Dit was zo cringy, die moest gewoon een tweede keer.
ben ik weer en het eerste wat ik hoorde is, ga dood. Ja, gebeurt. Maar de vee is aan jouw kant. Ah, de grens is real. Oh boy. I don't like it. Oké, daar hebben we er weer één. Dat gaat grappig worden. Oké. Hallo. Volgens mij kan ik jou vanuit deze kant niet echt raken. Jawel. Nee, mijn ballon is kapot. Ook gewoon dat het een knuffel vast had. Nog griepje. Mr. Spyro. Ja. Dat blijft me nou echt heel lang achtervolgen. Hi. Niet vaker. Zal ik eens heel eventjes bevrijden? Kijk daar dan! Zie ze hangen! Zie hun gezicht! Ik hang hier een beetje rond. Ik weet niet waarom, maar voor mijn baas moet ik hier eigenlijk een beetje rond blijven hangen. Dus, ja, dit is mijn leven. Dit is mijn werk. Ik word onderbetaald. Echt? Jongens. Ja, maar als je dan ook daadwerkelijk in zo'n stemmetje gaat praten, dan ga ik me zorgje maken. Oké, heb ik ze nou alle drie? Mooi. Ik bedoel, ik heb ook vaak zat de knuffel vast. Mijn evoluties bijvoorbeeld. Hé, hey, de sleutel, wij weten waar dat kistje zit. Uzeni. Nieuwe plekken hier in Zweefkasteel. Probeer het maar eens uit. Leuke pantoffels trouwens. Spyro tricks in plaats van Matrix of Spyro. Alles leek slow motion. Maar oké, dus we hebben hier weer een super dash. Oh! Al heb ik geen idee waar we nu zitten. Je hebt een Pikachu van een dierbare gekregen. Ah, dat is mooi. Zo heb ik ook een paar Eevee plusjes gekregen van dierbaren. Dus ik zal hem altijd bijblijven. Welke dan? Ja, sommige privé dingen die hou ik privé, hè? Dus net zo goed. Oké, ik zie daar een draak. Daar zit er eentje opgesloten. Kunnen we niet al eventjes naar die draak toe? Ik weet niet hoe dat we daar boven gaan komen, maar... Oh, we hebben daar twee spiralen. Oké. Bedankt dat je me hebt bevrijd. Ja, graag gedaan. Leuk dat je ook andere tekst hebt ingesproken gekregen, behalve dat. Bedankt dat je me hebt bevrijd. Zo, laten we veetjes gaan bevrijden. Want de veetjes zijn aan jouw kant. Zo. Doei! Brrr! No, you haven't seen the rest of me! Why did you do that? No! Wat denken jullie, zou ik voice actor moeten worden? Al denk ik echt niet dat ik in die wereld terecht ga komen, helaas, maar... Hier hetzelfde, maar deze was van mijn beste vriendin die ik al meer dan 10 jaar... Ah, dat is alleen maar leuk! Jullie denken dat ik een goede voice actor zou zijn? Nou, ik weet het niet eigenlijk hoor. Volgens mij zou ik heel erg niet... Volgens mij niet. Dan moet ik daar wel niet vergeten even mijn oven aan te zetten. Want anders duurt het dadelijk nog langer. Dan zitten we nog langer op in een pauze. Dus dat zou wel heel erg jammer zijn natuurlijk.
Al wil ik hierna natuurlijk... We hadden afgesproken 3 levels, toch? We zouden deze gewoon helemaal complete, hè? Dus na dit level zeggen we gewoon van... doen we het volgende level, dan zetten we de oven aan en dan doen we gewoon nog een level. Want volgens mij hadden ze hier nog een level. Zoiets? Even kijken, we hebben daar nog heel veel, we hebben hier nog heel veel. Daar ga je naar huis, daar niet. Dan zou ik denken dat ik die kant op moet. Want ik wil nog niet naar huis! Nu nog niet, nog... Nee! Dankjewel, Super Mario Player! Hij doet mij weer heel eventjes een hele goede voice actor. En daar ben ik heel erg trots op. Ik bedoel, je wordt niet elke dag natuurlijk een goede voice actor genoemd. Ik vind het heel erg fijn om een goede voice actor genoemd te worden. Dankjewel. Dankjewel voor het compliment. Ik zal mijn best doen. Het grappige is gewoon van ja, het is allemaal begonnen met pittige tijden bij mij toen de tijd. Oké, dus die sprong kan ik niet halen. Maar als ik hier naartoe spring... Dan zou ik de sprong wel moeten kunnen halen eigenlijk. Kun je hem even zappen? Hallo. Dank je. En dan kan ik deze sprong gewoon hier halen. Nou, want ik weet het, waarschijnlijk heb ik het iets in een eerdere video gezegd. Maar ja, natuurlijk, je hebt nieuwe kijkers. Die hebben die oude video's natuurlijk niet gezien. Begrijpelijk, maar echt serieus. Sommige video's van mij zijn echt cringy. Maar, ja, Arnie was eigenlijk een van de eerste stemmetjes die ik dus had gedaan. Dat was dus Carlo Boshart. En Carlo Boshart, die had dan met Arnie had hij dan een stemmetje. Dat was dan... Hallo, ik ben Arnie van de Nationale Postcode Loterij. Dat was Arnie. En dat was een van de eerste stemmetjes die ik dus eigenlijk een beetje gemasterd had. Dus ja, de mooie no. Dat was een van mijn eerste stemmetjes. Even kijken, maar volgens mij... Ja, jullie hebben die nou gesparkeld, sparkeld, sparkeld? En ja, dat was dus van die show van Pittige Tijden. En ja, Pittige Tijden, die heb ik dan heel veel zitten kijken dan vroeger toen ik natuurlijk een klein onschuldig jongetje nog was. Maar het grappige was dus wel, dat waren wel de eerste stemmetjes die ik dus ook echt deed. En daarboven zit ook nog een Secret to Everybody. Interessant. Weet je, ik vind je A, een zeer goede voice actor, en B... Een hele goede entertainer die heel goed met zijn kijkers interactief bent. Is. Zijt. Heid. Nou, dankjewel weer voor het compliment. Daar ben ik heel erg blij. Ik doe mijn best. Oké, dan moet ik wel zeggen natuurlijk. Vandaag is het een rustige dag op de stream. Niet dat dat erg is. Dat maakt niet zoveel uit. Plus, ik stream toch meestal meer voor de fun. Als van, hey, het moet druk zijn met kijkers. Daarom speel ik ook nooit spellen die op het moment gehyped zijn. Daar ben ik geen fan van. Ik hou absoluut niet van spellen te spelen. Alleen maar om met een hype mee te kunnen doen. Zul je mij ook nooit zien doen. Maar net zoals Spyro. Ik vind Spyro vind ik hartstikke leuk. En natuurlijk, waarom is het grappig als ik dit in het Nederlands doe? Gewoon mijn gezichtsuitdrukking. Ik bedoel zelfs, als ik zelf naar mijn eigen kijk. Dan denk ik al bij mijn eigen van, haha, wat een leuke gezichtsuitdrukking heeft hij daar toch weer. Maar goed, in ieder geval. Ik zag nog net ergens toch duidelijk ook wat meer gems zitten. Ik bedoel, we weten dat we daarheen moeten, maar waar brengt dit ons naartoe? Dat brengt ons weer terug hier naartoe, dat is een beetje zinloos. Wil je mij niet zeggen als ik daar niet naar om vraag? Fortnite, op het moment dat Smash uitkwam, weet je wel. Iedereen ging Smash lopen spelen. Prima, ik bedoel, serieus, Smash is een leuke game. Maar ik zie niet het nut van Smash streamen. Ik bedoel, waarom zou ik Smash gaan lopen streamen? Aangezien dat ik dan niet interactief met mijn kijkers zou kunnen zijn. Ik bedoel, dit spel is toch af en toe wel eens zo'n moeilijke moment om interactief te zijn. Ah, zo komen we hier. Mooi. Dus af en toe is het ook wel lastig om met dit spel interactief te zijn. Maar je maakt toch wel die momenten om interactief met je kijkers te zijn. En dadelijk gaan we Resident Evil doen. Oké, Resident Evil 2. Zelfde verhaal. Het is net uit. Het is een nieuwe game. Klopt. Maar ik vind hem gewoon super awesome. En daarom wil ik hem dus delen met iedereen. Omdat hij gewoon super awesome is. Oké, wacht eventjes. Want nou willen we dus wel daar doorheen. En nou willen we naar het laatste gebied. Oké. En nogmaals, ik geef een waarschuwing. Let op. Resident Evil 2. Het is een spel waarin veel bloed in voorkomt. En hele grove beelden. En noem het maar op. Dus kijk daar natuurlijk mee uit.
Nou, ik snap al sowieso niet die hype om dat spel, eerlijk gezegd. Sterker nog, ik wil het nog niet eens uitspreken, zo waar ik het ook aan vind. Hi! Jullie hebben allemaal gems, die ga ik allemaal eerlijk jatten. Ik bedoel, Resident Evil 4, begrijp me niet verkeerd. Resident Evil 4 heeft ook wel zo zijn horror element erin zitten. Maar is niet zo grof als Resident Evil 2, de remake. Resident Evil 2, de remake, heeft ook weer voor mij nostalgische waarde. In verband met Resident Evil 2, de remake. Die speelde mijn vader vroeger heel erg vaak. En daar liet hij ons altijd mee lachen. En ik was dan een jaar of 12. En ja, dat was dan met de tank controls nog. En ja, dat heeft echt nostalgische waarde voor me. Hele goede nostalgische waarde zelfs. Goed, wij missen nog wat gems. Want we hebben hier 400 gems voor nodig. En we missen er 9. Nou ja, 9 is op zich niet zo'n ramp. Oké, eens even kijken. Hij wijst daarheen. Dat eilandje daarachter. Daar ben ik het niet helemaal mee eens, Super Mario Player. Ik heb Resident Evil 2 heb ik nou gespeeld. En ja, het is een remake, maar geen remaster. Om daar het verschil even te proberen uit te leggen. Resident Evil, of bijvoorbeeld Spyro, wat we nu aan het spelen zijn. Dit is een remaster. Exact hetzelfde spel. Niks is veranderd. Ja, er zijn een paar dingen dat, zeg maar, niet gamebrekend is, maar veranderingen erin heeft gegooid. Om ervoor te zorgen dat je het spel dus wat makkelijker zou kunnen spelen. Zonder dat je dus vast komt te zitten. Net zoals bijvoorbeeld dat we nou met Sparks gems kunnen lokaliseren. Dat we dus uit kunnen vogelen waar dat dus gems zitten. Dat zijn dingen die dus niet in het origineel zaten. Een map, dat zat niet in het origineel. Dus er zitten wel wat dingen in waarvan dat ik zeg van, ja, dit had het origineel niet. Maar het is een remaster. Dus grotendeels focussen ze toch echt wel op, ja, wat eigenlijk dus zeg maar het origineel had. En een remake, daarin hebben ze gewoon tot ze dus wel het van het spel gebruiken. Dus ze gebruiken wel de richtlijnen van het spel. Ja, Sparks, waar brengen we nou naartoe? Ja, je wil achter dit kasteel. Ik heb je door. Je wil achter dit kasteel. Maar waar? Hier in het hoekje. Kan ik hier ergens in het hoekje zitten dan? Oh, hier zit het. Serieus. Beetje als in Ocarina of Time en Ocarina of Time 3DS. Precies hetzelfde. Ocarina of Time 3DS is definitely een remaster. Is, ja, het is een beetje een remake in verband met de graphics zijn aangepast. Sommige game mechanics die hebben ze aangepast. Maar voor hetzelfde, het is nog steeds het 100% hetzelfde verhaal. En in Resident Evil 4 merk ik toch echt wel van tot, ja, Resident Evil 4, voor mij nou. Resident Evil 2, daar hebben ze zo extreem veel aangepast. Waardoor dat het, het is hetzelfde verhaal, maar het is een andere game. Want in Resident Evil 2, daar speelde je tot op elke room waar dat je zeg maar in kwam, dat had gewoon een locked camera. Dan zat je dus bijvoorbeeld van een bepaalde hoek te kijken. En op het moment dat je dan ging lopen was heel erg awkward op sommige punten. Dus ja, had je dus heel veel moest je echt aan de game wennen. En nu heb je dus Resident Evil 2 alsof dat je Resident Evil 4 aan het spelen bent. Ja, dat. Niet meer op pauze hoeven te drukken om je Iron Boots te vervangen. Dat is een van die dingen inderdaad. Goed, we hebben in ieder geval deze level de Droomwevers. Die hebben we volledig 100% gedaan. Nou weet ik niet zeker. Volgens mij zitten hier nou nog 2 levels. We hebben die Jacques. En volgens mij nog eentje. Volgens mij zitten hier nog 2 levels. We zitten al 18 afleveringen. Ja, ik zeg het gewoon weer. 18 afleveringen in deze minuut. Maar ik wil wel gewoon dat we hier in deze aflevering gewoon 3 afleveringen doen. Dus ja, dit kan weer een iets langere aflevering worden dan jullie van mij gewend zijn. Klachten bij de fietsventieldopjes. Woep! Woep! Auw! Hey, oh! Ik werd er even zwaar gecomboed. Oh, nee. Even kijken, want hier zat ook nog ergens een level. Ja, hier zit Jax.
Mooi rond aantal gems. Ja, inderdaad, 9000. Maar als ik me niet vergis, volgens mij had het hele spel in totaal 10.000 gems. Dus we hebben nog maar 1000 gems te gaan. Of was het meer? Was het 12.000? Ik bedoel, we hebben nog sowieso een paar levels in de laatste wereld. Nee, volgens mij gingen ze... Volgens mij was het 12.000. Ja, 12... Volgens mij was het 12.000. Ik durf het niet met zekerheid te zeggen. Zo zien jullie er niet heel erg vriendelijk uit. Sterf. Ja, ik weet nog definitely, hierna zit nog één level. In deze wereld. Hi. Maar dit level was niet zo lastig. Sterf, jij dwaas. Dit was een van de levels die best wel makkelijk eigenlijk was. Hi. Maar ze hebben nog wel zo'n lief bloemetje vast. Nou, weet je wat? We gaan eerst eventjes de vijanden verslaan. En daarna gaan we wel heel eventjes het platforming doen. Zo. Want ik weet namelijk, als we jou verslaan, dan gebeurt... Oké. Sorry. Kom door je bloemetje, niet door mij. Maar ja, ik hoop dat jullie Resident Evil 2 natuurlijk ook heel erg leuk vinden. Ik moet zeggen, er zitten daar heel veel jumpscares in. Het wordt een eng spel. Ik ga de sfeer... Ja... Ik zou eigenlijk de sfeer hier achter mij een beetje duisterder kunnen maken. Maar ja, het grappige is... Dat heeft geen nut. Want... Ja... Ik zit al voor een groen doek voor jullie neus. Dus ik zou automatisch al in de horror zitten met mijn face. Oké, we hebben hier een sleutel. Die zit er aan deze kant. Fijn om te weten. We hebben hier nog vijanden. Leuk, joh. Ik ben niet bang voor jullie, want ik kan heel goed dashen. Handdoeken. Handdoeken. Oké. Volgens mij zat hier ook weer een key to succes achter. Dat je ze alle twee tegelijkertijd moest raken. Eens even kijken. Ah, zo komen we bij die sleutel. Wacht eventjes, maar dat is alleen nog maar een stukje teruglopen nu. Oh, wacht, we kunnen hier... Wacht even, we kunnen hier wel teruglopen. Als ik zeg... Tot we terug kunnen lopen, dan kunnen we teruglopen. Hé, hey, vuurengeltje, jij hebt een paar levels gemist. Daar komt het eigenlijk op neer. En de aankondiging tot we zo in pauzemodus gaan. Want na dit level doe ik heel eventjes de oven aan. Dan doen we nog een level. En dan doen we heel eventjes de dinnerbreak. Voordat wij gaan swappen van game. Want dan gaan we namelijk over naar de gevreesde Resident Evil 2. Waarom de gevreesde? Omdat hij is echt super eng, super awesome. Oké, dus nu kunnen we hier naar de overkant vliegen. Vlieg met me mee. Poink. Beetje ruit, vind je niet? Oké, dat plateau staat er wel omhoog. Daar ben ik eigenlijk niet blij mee. Waarschijnlijk kan dat plateau omlaag als ik dus iemand... Er moet een manier zijn tot het omlaag gaat. Nou, weet je wat we doen? Nee! Maar ik wel. We gaan gewoon nog een keer deze kant op. Kijken gewoon heel eventjes wat we hier kunnen veranderen nu. Oh, hier liggen nog 3 gems. Nee, dan kan... Oké, ik kan er wel op. Mooi. We houden dezelfde richtlijn aan. Maar je zou wel bijvoorbeeld holy bleep kunnen zeggen op het moment dat je ergens van schrikt. Zo streng zijn we nou ook weer niet. Oké, we hebben hier nog een extra tunneltje. En een draak! Rivilo! Heb je nog tips voor de strijd? Tips? Een wijze draak zei ooit. Ga voor de winst, maar kijk uit voor vliegende kisten.
Oké, dit is de eerste keer dat ik met mijn Spyro klaar ben. Of ik niet klaar ben, dat ik het ermee eens ben. Kijk uit voor zwevende kisten. Oké, iets zegt mij. Wij hebben hier... twee clowns. Nee, die achterste gaat dan niet door naar beneden. Die zou toch ergens door naar beneden moeten gaan? Misschien als je die maar lood hebt verslagen tot die dan omlaag gaat of zo. Dat je nog een tunneltje uitkomt of zo, maar dat je dan daaruit gaat komen. Ik weet het niet. Ik ga het gewoon proberen. Je hebt weer cola in huis. Nice. Holy smokes. Nee, niet smoken. Smoken is niet goed. Dus we moeten jou gewoon achterna. Auw. Doe je dit met kijk uit voor zwevende kistjes. Kistje gooien, ja hoor. I'm not afraid of you. Is hij nou dood? Zo, daar krijgen we even 100 gems voor. Nice. Nice. Maar wat ik dan zo grappig vind is, want hier kom je gelijk dus uit op de plek waar dat je naar huis gaat. En hier liggen er ook nog eens een keer 100. Maar we weten tot daar nog een plateau heel erg omhoog zit. Nee, Spyro die smokt niet. Spyro ziet gewoon vuur. Oké, nou in ieder geval, we hebben die meloot nou verslagen. Dus nee, dat plateautje daar zit nog steeds omhoog. Moet je dan gewoon heel snel lopen of zo? Moet je dan heel snel... Er zit zo'n clown... die dat plateautje omlaag zal brengen. Maar waar? Hij brengt die omhoog. Wacht, ben jij dat dan misschien? Dat tootje is omlaag. Nice. Ja, maar dat is natuurlijk altijd belangrijk om dat te hebben natuurlijk als je boodschappen hebt gedaan. Unica! Bedankt dat je me bevrijd, Spyro. Doe voorzichtig. Dat maakt zelf wel uit. Oh, je zit nog een heel stuk van het level zelfs. Oké. Oké. Leuk! Drie keer raden wat je van mij aan de Spyro? Omdat dat zijn allemaal oudere draken die heel erg dom zijn omdat ze allemaal gevangen zijn door de Gnasty Gnork en te lui zijn om ons te helpen. Oké, we hebben hier alle gems. Mooi, dat wou ik even weten. Oké, iets zegt mij dat we jou toch moeten... Oké, dan komen er hier plateautjes. Nee! 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 Herkijken. Goh, het zou toch geen Mario Galaxy zijn? Ding, ding, ding! Of Resident Evil 4, dat kan natuurlijk ook. Dat was een beetje raar, vind je niet? Oké, nou. Deze sprong zouden we moeten kunnen halen. Oh boy, ik zie altijd dat ik te laag vloog. Nee, oké, net. Oeh, gelukkig. En dit zijn de laatste gems. Mooi.
Precies, Eevee. Ja, weet ik veel. Weet jij hoeveel video's ik heb gemaakt? Hoe moet ik dat weten? Ja, kijk een oude video van je. Ja, welke dan? Ja, gewoon een oude video. Ja, hi. Waarom zwaai jij naar mij? Heb jij daar toestemming gegeven? Denk je dat ik het leuk vind dat je naar me zwaait? Nee! Sommige sprongen zijn gewoon te tight. Geen fan van. Nee. Want je moet hier namelijk terug kunnen springen. Geen idee wat ik zei trouwens. Ja, ik weet het. En ja, ik weet dat je gewoon ook een level uit zou kunnen gaan door gewoon te zeggen van... Ik wil nu dit level uitgaan. Ik weet dat die optie er is. Dat weet ik. Maar dat wil niet zeggen dat ik die optie ga gebruiken, omdat ik vind die optie lame. Hi, wat sta je er maar zo bij? Ik flambeer jou. Net zoals dat ik daar mijn oven moet gaan flamberen. Hallo, hier zouden we eigenlijk voor snel moeten springen en snel moeten wezen. Maar ik ben gewoon super cheap. Hoezo leef jij weer? Wat zijn dit voor shenanigans? Ga heen. Wie heeft jou een revivie gegeven? Spyro, kun je me alsjeblieft? Kun je me alsjeblieft uitleggen waarom dat je dit doet? Dit is gewoon super flame. Flame! Hallo, schavuit, kom hier. Dan flambeer ik je nog een keer. Omdat het blijkbaar nodig is. Vaardigheidspunt verdiend. Versla hem nog een keer. Want het spel weet niet waarom. Goed. Wij gaan naar huis en ondertussen zet ik heel even snel de oven aan. Want ik weet dat we nog één level hebben. Ben ik weer. Sorry dat het eventjes duurde. Sparks, je zit nogal een beetje in de muur. Conker's Bad Fur Day heb ik nooit gespeeld. Ja, ik ken het spel wel. Ik heb toen de Let's Play ervan gezien van Nintendo Capri Sun. Ook weer zo'n grappig spel. Even kijken, volgens mij staat dat level daar. Dat heet de Hupplepup Towers, geloof ik. Oh, oh, oh. Ja, Spooktorens, dat is level. Ja, Nintendo Capri-san. Wil ik even mijn toilet paper? Je hebt een mooie clip gemaakt, maar je kunt hem niet delen. Je kunt hem delen op Discord. Je kunt geen links plaatsen op de Twitch. Me. I am the great mighty Pooh. And I'm going to throw my bleep at you. Oh, deze muziek is heerlijk. Oké, okay, zeg maar dat ze er een beat onder gooien. Ik bedoel, een beetje relaxe muziek zou geen kwaad kunnen. Al is het wel een heel erg grappig level. Hoi, wil je alsjeblieft.
Wil jij geen thunder op mij gebruiken, dank je. En oh ja, die beesten die kunnen we niet verslaan. Nog niet. Maar ook hier zit weer een secret to everybody. Het is wel grappig, die gasten die willen dus mijn bommen gooien. Hallo! Oh, ik krijg een kusje, wat lief! En met dat kusje krijg je dus een speciale vuurboost. En met die speciale vuurboost kun je dus deze vervelende beestje doodmaken. Dat kan maar voor een bepaalde tijd. En op het moment dat die tijd om is, dan heb je weer een normale... Even kijken hoor. Ja, dan heb je weer je normale vuuraanval terug. Kiss the make-up. Oké, dan weet ik dat er eentje nog bij het begin zat. Dus we willen helemaal naar het begin rennen. Want ja, ze geven toch wel een gem. Plus hier zit er ook nog eentje en dat geeft dan ook weer gems. Dus dat wil je toch wel meenemen. Maar er zit dus een power-up in dit spel. Waarop dat je dus ongelimiteerd die vuurkracht hebt. Je hebt iets te veel gegeten. Oeh. Dat moet je ook niet doen. Dat is niet slim. Wat ik eigenlijk aanraad bij deze is gewoon van... zorg ervoor... dat je die power-up als eerste dadelijk unlocked hebt. Ja, want hier heb je die power-up ook voor nodig. Kosoko! Hey Spyro, alle draken weten dat veeën magische kusjes geven. En zien wat het doet met jouw vlammenkrachten. Ah, cringe! Ook weer zo'n cringe stemmetje. Zo, krijg je even een bom naar mijn toko gesmeten. Hi. Ja, dat kan wel eens gebeuren. It happens. Wat leuk dat vuurwerk. Oké, nou laten we weer een kusje krijgen, want vee kun je kusjes geven. Ugh. Kunnen vee ook een keertje een broek aantrekken of zo? Ik bedoel niet om het een op het ander hoor. Ik weet dat er nog heel erg veel van die gastjes zitten. Maar die gastjes die wil je bewaren voor later. In verband met er is namelijk een manier om de power-up dus oneindig te krijgen. En dat maakt dit level zoveel malen makkelijker. Dus je hebt hier dus een charge. En met die charge moet je dus een behoorlijke afstand af. Hey Suzy! Suzy, je hebt geluk, want dit is het laatste level van Spyro die we gaan doen. Daarna gaan we namelijk Resident Evil doen, dus je hebt geluk. Even kijken, want was dat hier? Dan wil je daar naar beneden springen. Ja, dat was hier. Oké. Okay. Hi Suzy! Want eigenlijk zou je die dus ook met een dash aanval neer willen mappen, maar daar heb ik geen zin in. Dus wat wij gaan doen... is wij gaan een hele kritische en lastige sprong doen die waar ik later pas achter ben gekomen dat die mogelijk is. Je wil dus zeg maar hier door die tweede deur heen. Hè? Dan wil je hier overheen springen en dan kom je hier uit. Dit is de secret area. Eens even kijken. Je bent een echte superboostmeester geworden. Goed werk. Ik ben een superboostmeester geworden, jij! Hi, Purpose. Hi. Just say hello.
Goed bezig, Suus. Oké, dan naar beneden vallen, dat wil je later pas doen. Volgens mij moet je hier heel snel doorheen. Ja, je moet hier heel snel doorheen. Oh, jeez. We zijn op tijd, ja, we zijn op tijd. We zijn door. Vuurengeltje, nogmaals, je kunt geen links in de Discord plaatsen, in de Twitch stream plaatsen. Kijk, en nu hebben we dus een kusje hier gekregen, waardoor dat we dus oneindige vuurkracht hebben. Dit is een van de dingen die je echt snel wil hebben hierin. Auw. Oké, je kunt nog steeds pijn krijgen, daar niet van, maar... Super Mario Play, ik zou je er niet te druk om maken. Oké, nou is het wel heel belangrijk. Ja, vuurengeltje, zou je dat dan niet willen doen? Want dat vinden de... Hoe heet dat? Dat vinden de moderators ook niet echt leuk. Dus gelieve niet te doen. Oké, volgens mij hebben we hier alle hebben we hier alle gems? Want volgens mij gaan we zo hier weer naar beneden toe. Ja, hier gaan we weer naar beneden toe. Kijk, en nou kunnen we hier gewoon alles openmaken. Want echt serieus, anders zouden we gaan dashen. Kijk uit waar je die dingen gooit. Kijk, maar hier zit er dus ook eentje. Maar ja, we hoeven geen kistjes meer te ontvangen, want we hebben oneindige power-up. Ik zal je verbannen naar een onherbergzaam hoorn. Was dat niet... Och, welke sprookje was dan ook alweer? Niet zeggen, ik weet hem. Even wachten. Ik zal je verbannen naar een onherbergzaam... Oh. Het is een sprookje van de Efteling, dat is het ergste. En ik ken hem. Dat is het ergste. Hey, Fluff. Oh, ik kom er toch niet op. Ik zou je verbannen naar een onherbergzaam oord. Ik kom er echt niet op, dat is echt erg dit. Verschrikkelijk. Ik kom er echt niet op. Oh, Rapunzel! Denk ik. Ik denk dat het van Rapunzeltje is. Volgens mij is het Rapunzeltje. Nee. Nee, niet Rapunzel. Rapunzel, sorry. Hoe kom ik op Rapunzeltje uit? Ik serieus, hoe? Ik begin weer dat L-ding te doen als ik twee shiny beetles gevonden heb. Hoe? Hey, Draakmans. Kijk maar uit, hier komt Spyro. Geduld, kleintje. Binnenkort kun je het opnemen tegen je belangrijkste vijand. Gnasty Gnork. Lach het nou aan mij of in die cutscene was hij in één keer paars? Buiten het stomme stemmetje natuurlijk wat hij weer in één keer op zet, maar... Hé, hey, ik flambeer jou. En ik flambeer jou ook. Gewoon omdat het kan. En ik flambeer jou ook. Ik serieus, ik heb een supervlam. Ik hoef nog niet eens bang te zijn voor die gasten. Flambeer gewoon alles. Heb je die secret gevonden? Mooi, jij wint. Hier, daar zit weer eentje daar in die hoek. Waarom moet ik ze bevrijden? Vuurengeltje, ik kijk dadelijk. Op het moment dat we klaar zijn met de Spyro Games. Oké, nou, ik zie dat we nog een paar gems gemist hebben.
We hebben nou het hele level gehad. Oké, okay, die zit daarachter, zegt hij. Even kijken. Nou, wij volgen gewoon eventjes de Sparks. Wacht, ga je me nou toch vertellen tot hij daar... Oh, wacht eventjes. Ik denk ook al weet waar dat hij zit. Even geduld. Want we moeten hierheen. Daardoor weer die tweede deur pakken. Wee! Ik ben hier echt zo beter in geworden. Vroeger had ik echt... Oh, even wachten. De deurbel maakt gewoon uit. Zo. Oké. Ja hoor, wij zijn hier wat gems vergeten. Kijk naar, we zijn deze vergeten. Piep, 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 piep. Dus toch weer van waar dat die moeilijke sprong zat helaas. Ach ja, het hoort erbij. Een stoelinator, een stoel. Nou, ik ga sowieso dadelijk ook naar de clip kijken, want ik moet dadelijk echt dingen erin gaan zetten. Oké, jij bent degene die een oneindige kusjes geeft. Ja, de vuurkracht heeft gegeven. Dan willen we hier naar beneden vallen. En op het moment dat we hier naar beneden zijn gevallen, dan zit hier de deur naar buiten toe. En dan willen we hier doorheen lopen en dan komen we zo bij ons portaal naar huis. Zo. Nou Daaf, ik ga ook eten, dus dat komt alleen maar goed uit. Terug naar de droomwevers. De droomwevers. Ah, nou, dan gaan we heel even naar onze ballon gaan. Schub jij mij nou zomaar onder mijn kont? Hoe durft hij? Maar we willen heel even naar onze ballonnenmaat. En ik weet niet meer precies uit mijn hoofd waar dat de ballonnenmaat zat, maar... Dat wil ik toch nog wel eventjes doen. Ik weet dat deze opname ook weer 47 minuten is. Jammer! Hoort er af en toe een keertje bij. Ga weg! Wij moeten eventjes naar onze ballonvriend. Die zit er helemaal achter, geloof ik. Aan de kant. Zo, ga bij nou een klein irritant ventje dat ook. Zo, mooi. Volgens mij zat hij hier. Nee? Nee, hij zit niet hier. Oh, we zitten hier ook alweer, die ballonborder. Wat hier mee achter ergens? Daar zit Chucks. Dat is wel het einde van... daar moesten we wel een eindbaas bevechten. Ja, hier zit hij. Goed zo, Spyro. Ik hoop dat je weet... Je hebt het al gezegd. Ga gewoon netjes naar die wereld toe. Beste kijkers van YouTube. Wij gaan met de volgende aflevering gaan we dus verder in de wereld van Gnasty en Gnork. Is de laatste wereld. En dan hebben we waarschijnlijk Spyro 1 hebben we uitgehaald. En dan kunnen we naar Spyro 2, waar ik echt
heel bang ben dat er heel veel cringe in gaat zitten. Ik denk jullie sowieso voor het kijken. Vond je dit een leuke video, lange video? Laat het natuurlijk weten in de reacties en laat een like achter als je daar tijd voor hebt. En wil je natuurlijk zelf een keertje gezellig bij Twitch, bij een livestream dus aanwezig zijn? Link staat in de beschrijving om gelijk naar mijn Twitch toe te komen. Bedankt voor het kijken en tot de volgende video. Doei! Nou jongens, ik ga nu heel eventjes snel even de sausijtjes erin gooien. We zetten heel eventjes een pauzemuziekje aan. YouTube hoort het ook nog, wat grappig. YouTube.